Welkom bij de Videotheek Podcast. Vandaag zit Pieter Verelst bij mij en hebben we het over Songs from the Second Floor van Roy Anderson. Pieter Verelst is een cabaretier, een hele succesvolle cabaretier. Heeft overlaatst ook bij Welcome to the EE gezeten en komt nu hier over zijn favoriete films babbelen. Pieter heeft enorm veel gezien, dus we hebben heel veel kunnen babbelen over wat hem allemaal gezien heeft. En ik vond het een zeer leuke aflevering, dus ik hoop dat jullie daar even hard van gaan genieten als dat ik heb gedaan tijdens de opname. Even een klein tusseninnetje. Ik weet niet of je dat zo noemt. Maar ik heb even een pauzeke van, ja, nu zal het 3 weken zijn, genomen. Omdat ik, zoals dat ik al een paar keer vernoemd heb, nog steeds op school zit. En in ons derde jaar moeten wij een stage doen. Nu, die stage die is heel vrij te kiezen. Dat moet gewoon ergens in de filmsector zijn. Dus had ik de productie van Hazard gecontacteerd. De nieuwe film van Jonas Govaerts, die nu op het moment gedraaid wordt. Met Dimitri Vegas, Jennifer Heijlen en Jeroen Percival. Maar dus daar heb ik een week gestaan. Dat was enorm plezant. Dat was echt keileuk. Maar ja, ik was daar opnameleiding. Dat is een beetje de onderste... Ja, allez, opnameleiding assistent. Dat is een beetje de onderste functie op een set, om het zo te noemen. Je zorgt voor de koffie en al, je loopt vooral heel veel rond. En dat waren dus werkdagen van 14 uur. En om daartussen nog podcasts te monteren, dat is niet meer gelukt, jammer genoeg. Dus alvast mijn excuses daarvoor. En nu ben ik samen met Christophe Hoefkes en Maarten Goffin aan het assisteren met het schrijven van een aantal projecten als stage. Dus ik heb daar enorm veel chance mee gehad. En dat is enorm plezant, zoals ik ook al vaak heb vernoemd op de podcast. Is dat ook wat ik wil doen? Scenario's schrijven en vooral nu zien hoe dat gebeurt op een professionele manier. Dat is enorm plezant. Ik heb mij al heel hard geamuseerd en nog meer bijgeleerd. Dus dat is wat ik nu... deze maand in september nog ben aan het doen. Dus als er nog vertraging op de afleveringen zit, dan is het meestal daardoor... niet dat ik die wil blamen of zo, maar soms is dat drukker dan andere momenten. Dus, maar ik ga zoveel mogelijk mijn best doen om de podcast op het voorziene tijdschema te kunnen posten, want er liggen er nog heel toffe. En die wil ik ook zo rap mogelijk out there krijgen en ook zo snel mogelijk nieuwe afleveringen opnemen. Dus alvast bedankt voor het geduld en geniet van de aflevering. Welkom bij de Videotheek. Ik zit hier vandaag met cabaretier, acteur en nog van alles anders. Podcastmaker, ook Pieter Verelst. Hallo. Hoe gaat het met je, Pieter? Zeer goed, hè. Zeer goed. Nice. We houden ons wel bezig. Voilà. Verveel mij niet snel. Ik heb altijd wel dingen te doen. Ja, dat kan ik me eigen voorstellen met de shows in Meneer Karton. En, bijvoorbeeld, acteerwerk dat jij ook doet. Ja. Dus, laten we zo teruggaan naar... wat ik eerst wil vragen is... Hoe lukt het voor u om terug een beetje in de normale wereld te komen na het etelijke tal lockdowns dat we nu de laatste tijd hebben gehad? Alweer, qua bezigheden is er op zich niet zo heel veel veranderd. Als je gewoon een voorstelling schrijft, dan zit hij ook gewoon thuis. Ja, zwaar. Dingen te bedenken. En dat is dan gewoon nu... in een vervroegd stadium of zo. Mm-hmm. Hey, want normaal gezien zou ik dan nog mijn vorige voorstelling spelen en dat was dan nu. Mm-hmm. Zit je thuis en dan denk je, ik zal maar beginnen zeker aan de volgende voorstelling. Zo gaat dat dan.
Ja, het grote verschil is dat je dan gewoon minder speelt. Ja. Dat is wel gewoon... Dus theater is gewoon bijna een jaar dicht geweest. Ja. Dus, en dat is nu, dat begint dan nu zo wat terug op te starten. Mm-hmm. En aan de andere kant is het ook wel goed dat je zo... Even zo... Als daar zo een heel lange tijd tussen zit... En je gaat dan terugkijken naar je eigen... Wat je dan een jaar geleden... Mm-hmm. Dat kun je echt zo terugreflecteren. Dan zit daar zo'n lange tijd tussen. En dan ga je weer dingen aanpassen. En, mm-hmm. ja, en dus heb je ook er wel, veel aan gehad zo, om dat, allez, daar nu zo op terug te kijken? Dat, heb je echt veel aangepast in je show? Ja, dat is, ik ben daar dus nu mee bezig, met al die aanpassingen. Ja. Maar toch wel, ja. Okay. Ja. Allee, veel, ja. Wat is veel? Maar wel zo volgorde, of nee, dat moet eraan uit, of dat moet anders. Dat is ook een ongoing proces, dat stopt nooit. Mm. Want op een gegeven moment, als je 4 keer in de week speelt, op een gegeven moment ziet het ook niet meer of zo. En dan, maar als je er tijd tussen laat, dan kun je er terug vers naar kijken. En dan zie je wel toch weer nieuwe dingen of zo, maar... Dat is een eindeloos proces. Als ik dezelfde voorstelling binnen 5 jaar nog zou spelen, dan zou ik na 5 jaar nog zeggen... Ah ja, misschien moet ik toch dat toch net anders doen. Of zo. Mm. Dus dat blijft eigenlijk. Ja, dat is... Allee, je kunt zo de ene keer kei trots zijn op iets of zo denken van... Ja, nu is het, nu gaat er niks meer aan gebeuren. En dan daarna dat zien en dan denk je... Ja, allee, misschien moet je er toch nog wel iets mee doen. Ja. Maar heb je er... of ga je er nog iets insteken van... Allee, wat er gebeurd is al het voorbije anderhalf jaar nu? Ja, of wil er wat van wegblijven? Ja, maar sowieso, de comedy die ik maak... Zit zo in een absurde wereld en zo wat meer in de fantasieachtige vibe. En dan corona zit dan te dicht op of zo. Dus ook zo... dingen die zo in het nieuws gebeuren, dat ga ik niet rap op een podium vertellen. Dan maakt het ook een beetje tijdlozer, hè? Dat ja, bijvoorbeeld. Actualiteit is heel grappig, omdat je denkt van... I'm in the loop, ik snap het maar... Ja. Dat wordt dan ook wel iets krapper oud of zo, denk ik. Absoluut. Zo is dat. Ja. Ik weet zelf het verschil niet supergoed. Ik heb eens één keer cabaret gezien van... wie was nu weer in de stad Schouwburg? Een Turkse Nederlander die het... hoe heet die nu weer? Najib Amali. Ja, Najib Amali. Ja. Dus ik denk dat dat wel valt onder cabaret. Dat is ook wel stand-ups, hè? Ja? Ja. Die had ook liedjes en zo. En die had echt was vrij breed. Allee, die begon ineens een nummer te spelen op zijn piano over zijn zoontje. Hoe gelukkig dat het daar nu was. En dan weer het zo een beetje terug stand-up. Het was een beetje een ming voor hem, denk ik. Ja. Hij is wel echt begonnen, Najib Amali is echt begonnen als echt als stand-upper. Eigenlijk een beetje gelijk de Alex, met geluidjes en zo. Ah, cool. Ja, die deed ook zo. Die heeft ook, ik weet niet wat hem gewonnen heeft, Kamaretten of het Leids. En dan was dat ook zo. Zo al die geluidjes die je wel kent, dat deed hij ook allemaal. Oké, cool. Ja, maar goed, dus blijkbaar is hem dan daarna ook gaan zingen en muziek maken. Dat heb ik dan zelf nog niet gezien, dus ik ben wel benieuwd. Dan ga ik wel eens kijken. Ja, sowieso. Ja, dat was denk ik lang geleden. Alleen zo 2014 of zo, of 2015 dat ik hem heb gezien. Ja. Maar wat is zo, to the core, zo het verschil tussen stand-up comedy en cabaret? Want cabaret kennen wij zo iets minder in België, hè? Ja, zeker. Ja, het grootste verschil is dat stand-up comedians... één op één met het publiek zitten. Mm-hmm. Dus echt het publiek aanspreken. En er is ook geen vierde wand, zoals dat dan noemt. En de grapdichtheid is heel hoog. Ja. Dus er moet om de zoveel seconden moet er een grap zitten. Mm-hmm. En vaak is dat ook heel toegankelijk, stand-up. Omdat het juist... Eigenlijk is stand-up, om het heel... oneerbiedig te zeggen, lullen op café. Je zou je set bijna op café moeten kunnen vertellen tegen iemand. Mm-hmm. En dat zou dan gewoon ook moeten kunnen zo. Ja. Terwijl dan cabaret is theatraler. Mm-hmm. Dus dat is meer richting theater. Ja. Dus dat is ook soms verhaalvertellender. Ja. En daar komen andere disciplines bij. Mm-hmm. Zoals muziek of... Acteren, denk ik ook. Dansen, whatever. Alles wat je maar uit de kast kunt trekken. En de grapdichtheid moet minder hoog zijn, want het wordt iets theatraler. Ik denk dat dat het grootste verschil is. Maar zoals je zelf zegt, kun je dus ook de mengvorm doen. Ja. Dat doen ook heel veel mensen. Alright. Zeker als ze avondvullend gaan. Omdat ze heel vaak, omdat stand-up, daar zit ook vaak geen verhaal in. Dat is heel vaak een korte spanningsboog. Dus meestal zeggen ze, na een uur is de spanningsboog eigenlijk op. Ja. En zoals in Amerika, alle voorstellingen die echt stand-up zijn, die zijn bijna allemaal een uur. Ja, dat is waar. Dat is waar. Ja.
En degenen die er dan toch overgaan, die proberen dan toch zo een soort van rode draad in die voorstelling te krijgen. Of toch een soort van begin, midden of einde. Zodat je toch een soort van houvast krijgt als publiek. Ja. Waardoor je, van een uur en half kunt maken. Als je dat wilt of zo. Dan haal ik dat ook wel, denk ik. Ja, zeker. Ja, en dan voelde ook wel... Of ja, voilà. Je maakt shows uit 2,5 uur. Ja, wel, ja. Voilà. En voilà, voilà, voilà. Ja. Ja. Ja, want ik... ik weet niet... onder wat dat we gelijk een Bo Burnham kunnen categoriseren. Ja, dat is een beetje een buitenbeentje, maar ik vind dat eigenlijk wel vrij cabaret wat hij doet. Ja, dacht ik ook. Allee, ik krijg, ik weet niet waarom, maar zo gelijk met Meneer Karton te luisteren en mee ook te horen op de op Welkom to the EE, had ik zo een beetje Bo Burnham vibes bij u. Allee, gewoon zo met wat dat jij zo doet en zo. Ja, maar dat is ook wel. Bob Burnham is eigenlijk wel echt wat cabaretachtig. Maar goed, bedoel, wij kennen dat in België niet zo goed, cabaret. Nee. Maar in Amerika is het al helemaal een triestige zaak op dat vlak. Ja, dat denk ik ook wel. Allee. Daar kent niemand dat. Nee. Dus ik denk wel dat ze in Amerika is dat gewoon een comedian. Mm-hmm. Ja. Omdat ze de term cabaret misschien zelfs niet kennen of zo. Mm. Maar vanuit ons standpunt gezien vind ik dat wel vrij cabaretachtig. Ja inderdaad. Heb jij de recente special van Bo Burnham gezien? Nee, maar dat staat ongetwijfeld op mijn lijst om te zien. Misschien doe ik hem wel vanavond. Ja, het is speciaal. Ik vond het keigoed. Ik vond het echt een transcendent piece of art, om het zo te zeggen. Alright. Maar het is, ik zou het ook snappen dat mensen het gelijk minder zouden vinden of zo. Het gaat heel hard over hem en over zo hoe dat hem een beetje aftakelt tijdens de lockdown. Maar het is ook echt bij hem in huis, hè? Het is echt gewoon één kamer. Ik weet zelfs niet wat dat zijn appartement is. Ah, ja. Maar het is één kamer, je komt dan niet buiten. Ah, ja. En wat dat je op, wat is dat, 1,5 uur, denk ik, met die kamer doet, dat is echt waanzin, vind ik. Zo, qua creativiteit en zo. En... Maar wat doet hem dan met die kamer? Of zonder iets te veel weg te geven? Ja, wacht ze. Hoe kan ik dat het meest non-spoilery zeggen? Hij doet heel veel met een projector, met... gelijk dingen projecteren en dan daar zo real-time op reageren. Dus gelijk dat er is een bit dat hem iets aan het oefenen is en dat hem dat projecteert, maar dat hem dan zijn reactie daarop er ook nog eens onder projecteert en dat hem daar dan ook nog eens live op is aan het reageren. Dus dat wordt zo'n Lynchiaans weird. Alright, dat klinkt wel goed. Ja. Zeg, maar je zou het wel aanraden aan mensen. Zou je zeker wel zeggen, aanraden. Zeker kijken. Maar het is wel zo wat... Om niemand, ik wil niemand buitensluiten of zo, maar het is zo wel bij de smart man's comedy of zo. Okay. Allee, of zo. De bourgeoisie. Ja, het gaat ook zo vrij hard over dat proces en wat dat je doet als entertainer in een lockdown in één kamer. Wat dat voor effect op hem heeft als persoon. Er is dan ook kei leuke liedjes in, gelijk bij elk Bo Burnham ding. Dus het is zeker aan te raden. Alright. Mm-hmm. Ik ga het zeker zien. Oké, super cool. Ja. Jij acteert ook. Is dat een beetje gekomen uit... want je hebt een opleiding gedaan in Utrecht, was het? Ja, zo'n heel school in Utrecht. Is dat vandaar dat je ook dacht van ik wil niet alleen cabaret doen, maar ook acteren? Of is dat een beetje daarna gekomen? Nee, dat ging wel... Dat ging een beetje tezamen of zo. Mm-hmm. Ja. Ik zie wat ik doe, is ook acteren. Hè. Ja, ik sta op een podium en ik bedoel, het is wat je zegt, cabaret is ook wel acteren. Mm-hmm. Dat is ook wel echt zo. Ik zit ook wel gewoon te acteren of zo. Ja. Dus op zich is dat wel gewoon... hetzelfde met het enige verschil dat het dan bij mij gericht is op comedy en ik maak het zelf en het is een one-man show op toneel. Mm-hmm. Ja. Zo dat. Ja, want je had in dingen, in een glad ijs, dat nu op stream staat. Ik heb het nog niet kunnen zien. Ja. Ik veronderstel dat jij het al wel gezien hebt. Ik heb stukken gezien, maar het is nog niet heel de serie. Want het is natuurlijk gewoon een volledige serie. Zou ik al mijn best moeten gedaan hebben om die volledig te zien. Maar... ik ben wel benieuwd hoe dat dan... er zitten heel rare scènes. Maar dat is heel leuk, want de regisseur had eigenlijk tegen ons gezegd... Ik speel een duo met Sid van Oerle. En de regisseur had tegen ons gezegd... er is een gevangenis. En dat is een hele kleine ruimte. Mm-hmm. En Luc Wijns komt in die gevangenis terecht. Just. En in die gevangenis, waar hij dan terechtkomt, zitten twee kwieten. Twee rare kwieten. En
terwijl dan we af en toe naar hem knippen, zijn die gasten ook gewoon in die gevangenis en vul het zelf maar in. Dus ze zeggen gewoon, vul het maar in. Dus dat was niet dat echt... Dat is amazing. Dat is amazing, dat is fantastisch. Dus we mochten eigenlijk gewoon echt doen wat we wilden. Nice. We mochten alles doen wat we wilden. Dus we hadden ook gewoon hele rare shit voorbereid, man. Maar echt de raarste dingen. En wij deden dat dan. En, nou ja, de regisseur vond het fantastisch. Ja, oké. De schrijver vond het ook helemaal fantastisch. Mm. Maar VTM vond het wel zeer intens. Dus er zijn ook wel heel veel scènes die er uiteindelijk niet in zitten. Of zwaar verkort of zo. Ja. Wat achteraf gezien begrijp ik dat wel heel. Het zou zelfs te heftig geweest zijn voor Canvas. Zelfs dat was te heftig. Die maakte mij wel heel benieuwd. Ja, maar het is wel zo dat de paar seconden dat we er dan in zitten in sommige scènes, zijn wel vrij spraakmakend of zo. Dus, dus dat is wel leuk. Ja. Maar het volledig offbeat. Volledig offbeat. Maar wel keileuk. Ja, ik vind dat heel tof dat de Vlaamse series iets offbeat durven doen. Of dat ze gewoon die verantwoordelijkheid naar rollen schuiven en zeggen van, doe maar. Ja. Maar het is natuurlijk ook omdat we een heel klein aandeel hadden of zo. En dat is natuurlijk ook... Ja, het is ook voor VTM. Dus dat is al nu niet de meest offbeat zender die er is. Ja, dat vind ik jammer, man. We hebben dan streams en we hebben dan zo de opportuniteit om daar coole shit op te zetten. En iedereen reageert wel super enthousiast over wat ze dan te zien krijgen of zo. Ja. Maar het moet dan ook family-friendly zijn en al die dingen. Dus dat is natuurlijk ook wel... Ja, we lopen dan heel een tijd in ons onderbroek. Ja, in die gevangenis. En we doen echt rare dingen, man. En we zijn een soort twee junkies. Vrij expliciet ook. Vrij expliciete junkies die rare dingen doen. Dus ik snap ook wel dat. Weet je, op een gegeven moment heeft... Ja, zijn we nu freeloading in Las Vegas aan het maken? Of is dit een soort Fargo rigs? Want ja, het is wel Fargo-based. Dat is cool. Dat is heel cool. Zo Fargo-reeks-based of Fargo-film-based? Misschien wel beide. Maar ik denk vooral de reeks. Ja. Ik denk wel de reeks. Maar goed, qua inspiratie, de volledige reeks trouwens dan. Ja. Van ons is gewoon wacko-based. Heel cool. Een stukje. Oké, super cool. Hoe was Luc Wijs om mee samen te werken? Want heel grappig. Voorstel, ik vind dat echt een legend. Ik ben echt opgegroeid met Matroska's in Krimi-clowns en zo. Ja, dat was heel grappig. Het eerste wat mij opviel was dat hij niet rap uit zijn lood geslagen kan worden, want hij wist niet wat wij gingen doen. Dus je komt op set en je ziet dan zo twee mannen in hun onderbroek staan. Helemaal gedrogeerd. Allee, zo zagen we er toch uit. Maar die krijgt niet rap uit zijn lood geslagen. Die gaat daar ook heel rap in mee of zo. Dus dat je voelt daarin wel van... Ja, we hebben veel Krimi Clowns gedaan en dat soort dingen waren ook vond wel vrij. Ik daar ook zo graag van, hè, dat die serie, want dat was To Be toen zeker, waar dat opkwam, dat gewoon zo van die bad shit insane dingen deed, gelijk iemand kapot maken met een cactus. Zo in dat, ik denk dat in dat derde seizoen was of zo, dat ging soms zo enorm donker, maar waar dat die zo'n hele stomme joke maakte of zo, dat dan weer hilarisch maakte. Ja. Dat is echt zwarte comedy, hè. Ja. Maar ik vond dat wel zo misschien het meest riskante dat ooit is gemaakt geweest in Vlaanderen of zo. Van wat ik gezien heb, toch? Ja. Ik zou over nadenken. Dat zou wel kunnen. Mm-hmm. Dat zou wel kunnen, ja. Op Canvas zijn er ook wel... Clinch of zo, heb je dat ooit gezien? Maar dat is natuurlijk iets anders. Dat is wel op een... Dat heeft dan meer een soort, waar we straks over gaan lullen, een soort Roy Anderson vibe, meer of zo. Is het Anderson of Anderson? Wie zal het zeggen, joh? Ja. Wie zal het zeggen? Ja. Het zijn ook Scandinavië. Ik weet niet dat hij dat uitspreekt. Ja, ik ook niet. Ik zeg Anderson, maar het zou... Ik weet het niet. Dan hoort hem zo in het rijtje van Paul Thomas Anderson en... Wes Anderson. Paul W.S. Anderson, die dat een hele slechte Resident Evil-film heeft geregisseerd. Het zou bijna raar zijn als het toch anders wordt gezegd. Ja. Maar het kan, hè. Ja, die Scandinaviërs. Het zou me niet verbazen. Inderdaad. Ik vind dat, ik weet niet, ik heb wel zo wat Scandinavische dingen gezien, maar dat zweet zo terug horen en dat je daar zo Antwerpse... Dat kan ik niet. Ja, dat is gewoon mijn accent. Ik ga er helemaal stuk op. Ja, ik vind dat fantastisch. Een goede segue naar de film van Roy Anderson, dat we gaan bespreken. Songs from the Second Floor heet hem, ja, toch? Ja, from the Second Floor. From the Second Floor, ja, inderdaad. Ja.
Ja, ik wou van de eerste 5 minuten dat ik zag, ik echt al vragen van ja, hoe heb jij die regisseur ontdekt? Want ik denk niet dat dat iets media evident is om gewoon zo op te stuiten in zo de bargain bin van een Aldi of zo. Hoe heb ik die ontdekt? Ja, dat was... Ik zat op de toneelschool in Utrecht. En iemand had dat gewoon zo eens laten vallen. En de eerste film die ik van hem zag, dat was You the Living. Dus dat was de film na Songs from the Second Floor. En ja, ik zette dat eigenlijk gewoon op zonder verwachtingen. Wow. Ik werd zo... Ja, dat heb ik ook gedaan er straks. Ja, helemaal overdonderd. En ik dacht, wow, ik heb dat niet vaak, dat je zoiets ziet en dat je denkt, wow, dit is echt gewoon 100% uniek. Ja. En dit is echt... En tegelijkertijd vind ik vrij toegankelijk. Ik bedoel, ik kan er gewoon eindeloos naar blijven kijken of zo, terwijl het ook... Toegankelijk op een heel rare manier. Ik denk, als je het zo niet na 5 minuten af zit, dan zit er wel mee voor de rest van de film. Ja, zo is het. Ja. Zo is het. Zo is het. Ja, want er zit niet echt een narratief in of een verhaal. Er zit wel een verhaling, maar altijd zo'n heel mager verhaaltje. En het zijn meerdere verhalen die door elkaar lopen. Ja. Het zijn meer wat thema's dat het een beetje samenhouden, precies. Of, ik weet niet. Ik heb soms het gevoel, als ik zo naar zijn films kijk, dat hij zo... Ja, dat is echt zo... Zoals... Theater wordt gemaakt ook. Ja, je maakt was films ook zoals denken. Theater gemaakt wordt. En dat is ook weer al heel bijzonder. Er zijn, theater op film is echt verschrikkelijk. Ja, dat is zo. Ik kan daar niet aan kijken. Theater op film, dat is heel heftig. En er zijn er heel weinigen die dan in slagen om zo die vertaalslag te maken, zo met het werkproces van theater te vertalen op film. En hij slaagt er wel echt grandioos in. Mm-hmm. Om dat te kunnen doen of zo. Dat is waar. Ook, ik heb zo'n video essay gekeken daarna. Dat zo uitlegde hoe dat je te werk ging. En ik dacht heel de film van... Ja, jij hebt gewoon locaties. En jij hebt gezorgd dat de straten daar rond leeg waren. Nee. En dat is helemaal niet. Je maakt die locaties gewoon in een fucking studio. Ja. En dat bij hem thuis ook. Juist bij hem thuis. Ja, ja, ja. Wat dat mega uniek is. En dus elk ding dat er in, op de pellicule komt, heet hij gewoon onder controle. Wat ik crazy, echt maf vond. Ja, en bijvoorbeeld... Dus alles wat je ziet in zijn films, allemaal, is dus gewoon decor. Ja. Alles. Mm-hmm. Alles. En eigenlijk, de mensen die Roy Anderson niet kennen, bedoel... Elk shot is een schilderij. Ja. Zo ziet dat eruit in ieder geval. En elke scène is één shot. En elke scène is vanuit één shot en één standpunt ook. Maar dus alles wat je ziet, ook de buitendingen, de buitenscènes, is allemaal in dezelfde studio gemaakt. Mm-hmm. Allemaal bij hem thuis. Zo in Songs from the Second Floor zijn er ook 2 scènes of zo die dan toch... verplicht ergens, omdat ze gewoon met te veel mensen of zo tegelijk... Of, ja, en ook gewoon de locatie. Ik denk dat dat het shot was... Allee, laten we hem ook spoilen. Omdat dat makkelijker is om over te praten dan. Als we echt over scènes kunnen babbelen. Ja, okay. Roy Anderson heeft nog waanzinnig veel... Je kunt het eindeloos blijven zien. Ja. Als je geïntrigeerd bent. En, als we het beschrijven, gaat dat ook nog niet justice doen aan wat dat het is. Dus exact. Je gaat hem nog wel willen zien, beste luisteraars. Sowieso. Maar ik denk dat dat dan de... Die scène was op dat strand, waar dat ze zo puin zijn aan het opruimen en waar ineens zo een griet te plitter valt op dat puin. En dat je dan naar de scène krijgt waar dat een heel raar ritueel gaande is. Ja. En waar dat ze dan een griet naar beneden duwen, wat dat dan zich daarvoor afspeelt, zogezegd. Ja. Dat ik heel onverwacht en funny vond. Ja, dat is, eerst is dat een pop, hè. Ja, dat is juist. Dus ze duwen een pop naar beneden om te kijken... Is ze wel instant dood? Juist. Om te testen van, we gaan niet iemand 2 keer naar beneden duwen. Oké. Als een soort van justice, dan is het wel in orde. Met 2 dokters erbij en zo. Het is in orde. Ja. En dan gooien ze een meisje, een kind, duwen ze dan zo naar beneden. En dan in de hoop dat dan hun eigen zonde, zeg maar, wegneemt. Ja. Oh, ik vond dat zo... Ja, dat is goed, hè. En dan die scène daarna, dat ze in een café zitten... Wacht zo, wat gebeurt er daar? Ja, dus dan heb je dus heel die meute op café, na die gebeurtenis. Juist. Je hebt dan zo'n no priester die in een hoekje zitten en dan zo van voor. En dan in een ladder zat niet meer op zijn stoel geraakt. Ja, en zo. In die dude die net 100 is geworden, die zit daar ook, hè. Zit hij daar ook tussen? Ja, die zit zo vrij van voor in dat shot, dacht ik. Ah, ja. En dat is dan naast hem dat er dan iemand begint te spouwen, dacht ik. Wederom een briljante scène, hè. Ja. Dat is ook echt, wat een goede figuur. Ja. Zo een dude
Een generaal in een baby bench. Ja. En je ziet het al zo wat schudden dat om eruit te raken. En dan wordt er ervoor wordt dan verteld van ja, dat is een hele hoge generaal en heeft heel veel betekend voor ons. En dan komt heel. En we gaan hem nu huldigen, want hij is dus 100 jaar. We hebben een speech geschreven. Ik heb stress voor de speech. Die dus geschreven taxi ook die scène ervoor. Ja, wel, daar wordt dat dan verteld. En dan doen ze dan heel die speech. En op het einde van die speech zegt hij zo: doet de groeten aan Goebbels. Heil Hitler. Ja. Waardoor je denkt: oei, dat is gewoon een keiharde collaborateur geweest. Werkte dat op Peter. Maar dat is goed eraan. Roy Anderson is gewoon echt ook. Dat is gewoon comedy. Ja, dat is comedy. Dat is echt dat gewoon is pure comedy. Zwarte, absurde comedy. Gelijk Monty Python en gelijk Giske Fett. Als mensen dat. Giske Fett ken ik niet. Ja, dat is zo. Dat is zo een Nederlands programma. Okay. Monty Python, maar dan van Nederland. Zo wat. Cool. Ja. Maar dan dat, maar dan absurder en depressiever. Ja, inderdaad. dat is het gewoon. En waanzinnig donker ook gewoon voor de helft van de tijd. Ja. Maar dus één shot, dus één scène eigenlijk, duurde een maand. Wauw. Duurt ongeveer een maand om te maken, omdat al die sets moeten worden opgebouwd. Ja. Dus bijvoorbeeld, dat weet ik niet toevallig, ik weet dat niet dat dat bij die andere films zit, maar Songs from the Second Floor heeft 4 jaar geduurd in productie om te maken. Ja, dat heb ik ook in de video essay gehoord. Dat is, ja. Dat is 4 jaar, dus dat is ongeveer 1 maand per scène, als je 48 scènes hebt of zo. Ja. Je kunt het op YouTube of zien, by the way. Ja. Dus het staat volledig op YouTube. Ah, ja, want ik dacht van, ja, waar ga ik hem vinden? Ik heb zo Sooner, Netflix, al de rutte met van streaming services. Ja. Ik dacht van, fuck, dat staat nergens op. Ja. En het enige dat op Sooner stond, was de Pigeon Who Sat on a Branch in a Contemplated Existence, denk ik. Volledig een titel. Ja. Maar ik dacht, ja, we werden afgesproken om Songs from the Second Floor te zien. En ja, het stond op YouTube in echt goede kwaliteit. Dus ik dacht zo in het begin van, is deze nu gewoon een handicam in een hoek van een kamer gezet en dan gewoon gezegd, doe maar. Maar dan zit er zo 3 scènes verder en denk je van, nee, hier zit zoveel thought achter. Ja, en joh, dat is eindeloos over nagedacht. Ja. En bijvoorbeeld, wat ze bijvoorbeeld doen, omdat dat dus altijd dezelfde studio is en ze soms wel zo wat diepte willen creëren, hebben ze zo een filmtrucje. En dat is dat je, dus to trick the mind, dus om het gevoel te geven dat de ruimte groter wordt, maken ze een klein stukje van het decor en dat plakken ze echt een halve meter voor de camera. Ja. En dat stukje, dat blendt in met de rest van het decor. Holy maar dat staat er shit. Dus voor. En blijkbaar is dat dan iets in je brein, waardoor je, omdat dat zo dichtbij staat, maar je ziet dat niet, je gaat dat niet door. Wow. Je brein gaat dat proberen te levelen met hetgeen wat je dan ziet op scherm, waardoor je veel meer diepte krijgt in je beeld. Damn. Waardoor dus de ruimte groter wordt. Amai, dat is echt maf. Ja. Daar zijn je moet me maar eens opzoeken. Dat zal ongetwijfeld al op YouTube staan. Ja, maar dus dat zal nog wel gebruikt worden in films. Maar als je dat niet weet, zie je dat echt niet. Ik zeg het echt niet. Ja, ik dacht nog, er is nog dat het allemaal gewoon, dat die dat niet zelf bouwden of zo, dat dat gewoon een locatie was. Maar dan dacht ik van, die locatie is te clean en er. Alles wat daar rond gebeurt, is te gecontroleerd om 100%. Ja, daar zo. Allee, dat gewoon at random te doen. Ja, want ook de dingen die je ziet door het raam en zo. Ja. Bossen, bomen, dat is allemaal geschilderd. Holy shit. Dat is echt letterlijk een schilderij. Ja, en ook zo wanneer dat ze zo in bepaalde cafés of diners zitten, heb je de grote gebeurtenis. Ik denk Y2K. Terwijl dat de film bezig is, dat er overal file is, maar je weet niet waarom. File? Ja. Ja. Omdat ze refereren een paar keer naar zo, ja, het is 2000 en je moet het ervan pakken en zo. En je moet kruisbeeldjes van Jezus verkopen, omdat je dan... Gebeurt dan die boeteprocessie? Ik slaag zo een hoop films door elkaar qua scènes. Ja, die boeteprocessie dat is dan nog, ja. Dus ik denk dat die file door die boeteprocessie komt. Ah, omdat die zo zichzelf... Ook dat, snap je? Ja. Dus je hebt dan een scène. Even om uit te leggen wat er aan gebeuren is. Hè? Je hebt een scène... En opeens, uit het niks, wordt die scène overstemd door keiveel lawaai. En dan zie je op mijn achtergrond zie je zo een soort boeteprocessie van allemaal mensen in maatpak die zo zichzelf aan het pijnigen zijn.
En die processie, die zit bijvoorbeeld in een auto bij die generaals, die je helemaal in de achtergrond ziet, die ook nog. En dan, 10 minuten later, is er dan opeens keiveel verkeer en file. Dus ik denk dat dat dan daardoor komt, maar dat is dus wel multi-interpretabel. Voor hetzelfde geld is het totaal dan niet. En dat is gewoon mijn idee. Ik vroeg het mij echt af, het zal wel die processie zijn, zo, maar ik dacht omdat ze zoveel zo 2000 zien en Y2K, iedereen dat heeft zo'n stress erop. Ik dacht, misschien is dat dan. Ja, het zou kunnen. Maar, het zou kunnen. Weet je, die film is ook in 2000 gemaakt, dus dan had je zo nog niet... Dat hindsight. Ook, dat zie je niet, hè, dat in 2000 is gemaakt. Dat, qua gewoon vormelijk, kon dat even goed deze jaar gemaakt zijn of zo. Absoluut. 100%. Ja, dat zal wel... Die zal nu zijn films al digitaal draaien of zo. Of misschien is daar nog zo ene bij. Nee. Dit draait dan nu digitaal. En ik heb hem wel eens in een interview horen zeggen dat hij daar ook heel blij om is. Mm-hmm. Hij zei van... Omdat hij dus... Het decor volledig zelf maakt en ook heel vaak werkt met Green Key. Ja, dat heb ik ook gezien. Maar dus als je niet digitaal draait, dan kun je niet zien wat er eigenlijk in je beeld is. Mm-hmm. Waardoor je dat draait en dan pas een paar dagen later of een dag later, of ik weet niet, dan moet dat worden gefixt ergens. En dan pas kunnen ze dat zien. En dan kan het zijn dat je zegt, ik ben toch niet tevreden met mijn beeld, reshoot. Inderdaad. En zo is bijvoorbeeld Songs from the Second Floor volledig gereshoot. Amai. Alle scènes zijn opnieuw. Ja, zo komen we dus aan je 4 jaar. Oh my god. Dus alles hebben ze opnieuw moeten doen. Wauw. En ik denk in de laatste film, of misschien zelfs wel bij Pigeon Set on a Branch, wat dan daarna kwam. En dan nu de allerlaatste is... About Endlessness. Ja. Dus vanaf Pigeon Set on a Branch is hem dus digitaal gegaan. En dan kon je instant zien op je monitor wat er op je Green Key zou komen. Ja, dat is wel heel handig. Dat is wel echt super gemakkelijk. Ja. Waardoor je dus niet meer alles moet gaan reshooten. Ja. Allee, tenzij het toch nog nodig is, maar... Je hebt iets meer, nog meer controle. Er is gewoon nog meer controle. Ja. Ja, echt, echt maf. Wat ik ook cool en heel puzzling vond, was zo in de scène in het treinstation, waar de Pelle is, denk ik, de hoofdpersonage... Dat weet ik niet meer. Het is voor mij al even leuk om te zien. Pellen of Kallak, Pellen, Lalla. Kalla. Een hele Scandinavische naam. Ja, Kalla, denk ik. Kalla. Ah ja, Kalla, ja. 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 Ja, in West-Vlaanderen is dat dan weer niet helemaal anders. Maar als er iemand met zijn vinger tussen de deur van een trein zit en dat er dan een vrouw naast staat. Ik heb dat ook al eens gehad. En dan begint hij een heel net licht te doen tegen iedereen. Iedereen gaat zo gaandeweg gewoon weg. En die blijft gewoon uitleggen. Ja. En daarna komt dan het hoofdpersonage buiten en die wordt achtervolgd door zo'n gast die net zelfmoord heeft gepleegd. In Rusland. Ja, die heeft gewoon thuis, denk ik, zelfmoord gepleegd. Maar er is dan nog een andere die dat opgangen is geweest in Rusland. Maar ook precies zo gelijk tijdens een Tweede Wereldoorlog of zo. Allee, dat was precies niet zo van die en tijd. Ja. En dat vond ik ook heel speciaal van... dus nu... Ik weet niet, is hij aan het babbelen met twee dode mensen? En dat wordt zo niet meer echt gementiond of zo daarna. Ja, het coole aan dat soort film maken. En dat is dus, wat hij maakt is echt een soort surrealisme. Mm-hmm, En hij gaat bij realisme. Mm-hmm. Is er weinig mogelijkheid tot interpretatie. Ja, dat is waar. Ik bedoel, het is gewoon wat het is. Je ziet. En wat je ziet, dat is het gewoon. Ja. En terwijl, bijvoorbeeld, hij wordt dan achtervolgd door iemand die zichzelf net heeft opgehangen en die ook wel een soort taalspraat die hij niet kan verstaan. Mm-hmm. Dan heb ik al direct het idee van, dus dat is eigenlijk gewoon wat hij nu denkt of zo. Dat ga ik dan erop projecteren van, hij speelt nu met de gedachte van zelfmoord, het hoofdpersonage. Ja. Want dat hoofdpersonage, ik denk dat hij dan zijn eigen, zijn appartement is afgebrand of zijn winkel is afgebrand. Zijn winkel. Is dat hij? Ja, zijn winkel. Zijn winkel. Ja, en hij is dan... uiteindelijk komt er dan achter dat hij het zelf heeft gedaan. Ja, vrij snel eigenlijk al. Maar dan blijft hij tegen andere personages vertellen van het is afgebrand. Waarom maak ik dat allemaal mee? En tuurlijk. De hele tijd zo externaliseren van alles overkomt mij en ik heb er geen controle over. En... Ja, maar je voelt wel een soort van ongeluk en eenzaamheid. Ja. En dus dan zo'n dude die dan net zelfmoord heeft gepleegd en hem achtervolgt, dan denk ik, jij speelt nu met die gedachten om dat ook te gaan doen. Maar dat is wederom mijn interpretatie, snap je? Ja. Maar zo is dat wel, het coole daaraan is dat je die film eindeloos kunt blijven zien. Mm. Dat zijn zo van die films die je 20 keer kunt zien en je blijft gefascineerd kijken. Ja. Je blijft er gewoon zelf je eigen verhaal van maken. En... Mm-hmm. Allee,
bij mij vervelen die films nooit. Nee, dat snap ik. Ik was nooit. Ook... In het begin dacht ik van, wat ga ik hiervan vinden? Het is heel anders dan al de rest dat ik al heb gezien. Allee, ja, zeker. Ik heb ook echt al very weird shit gezien, maar deze was zo nog op een ander niveau of zo. Ja, ja. En de film was gedaan en ik dacht, ik wilde nu nog ene zien. Allee, dat ging niet. Ik moest nog op naar een paar plaatsen rijden, maar dat was... dacht direct van, ik wil echt wel heel deze mensen oeuvre zien en dan wil ik het nog eens zien. Ja. Dus... Maar dat is, het is ook wel de moeite om het te zien. Ik bedoel, zijn eerste was dan Songs from the Second Floor, die zo was. Wacht, zal ik even teruggaan. Dus helemaal in het begin, wat trouwens ook een briljante film is, is Swedish Love Story of Love Story of ik weet niet wat de juiste titel Swedish is. Swedish Love Story, Bas, dat had gezegd. Love Story. Enfin, dat is zijn eerste langspeelfilm. Mm-hmm. In de jaren 70. Die ik ook gezien heb, waar ik ook helemaal van onder de indruk was. Een soort van Romeo en Julia verhaal, maar dan met twee kinderen. Ah. Heel veel wassen gedaan. Zo twee kinderen die verliefd worden op elkaar, mm-hmm. maar van 10 jaar of zo. Cool. Zonder dat dat pedo wordt. Dat wordt nooit pedo. Maar, ja. maar het is wel echt keigoed gedaan. Daar is jij wel iets mee met pedo. Helemaal niet. Nou ja, twee kinderen. Die, dat doen, ja, natuurlijk. De link is rap gelegd. Ja. Maar... dat was, volgens mij was dat zijn grootste succes, die film. Ja. Hij heeft dat succes zelfs met die films die daarna komen nooit evenaard. Mm-hmm. Dat was ook zijn meest commerciële film, maar dat was dus ook in realism. Dus dat was nog de normale, traditionele filmstijl zoals we dat nu allemaal kennen. Ja. Dan, dat was in de jaren 70, en dan is hij zo wat in een depressie gesukkeld. Mm. Wel, Lars von Trier gewijs. Lars von Trier gewijs. En dan heeft hij... Als een, want dat was heel jong ook toen hem, dat is zo het typische verhaal van ik ben jong en kei succesvol. Ja, nu is hij 78 of zo. Ah, oké. Okay, ja. Maar toen was hij 25, 26, 27, ja. Zoiets. En wat vrij jong is, vind ik, voor uw eerste langspeelfilm te maken. Absoluut. En dan ook nog eens een gigantisch succes. Mm-hmm. Dat was een gigantisch succes en je kon dat succes niet aan. Dat is zo'n verhaal. Zo. Mm. En die raakte daar wat van in de depressie. En dan heeft hij als een soort van tegenreactie op zijn eigen succes een volgende film gemaakt, 5 jaar later. En die heette Gilead. Uh-huh. En dat was het de grootste financiële catastrofe in de geschiedenis, denk ik. Dat was echt, hij zegt dat zelf ook van, ja man, dat was echt... De grootste flop ooit. Dat is gewoon een statement van een paar miljoen mark of zo, whatever. Ik heb hem dat ooit horen vertellen dat hij zou zeggen van, ja, ik heb 4% van mijn film terugverdiend. Wow. Dat wel dik verlies gemaakt. En hij zei van, ja, dat was de vorige film, dat was zo, die Swedish Love Story, dat was zo fijn en fris en zo twee jonge mensen en zo vrij lichte film. Mm-hmm. En dan die Gilead, dat was zo keizwaarmoedig en depressief en zo keizwarte humor, maar dan zo... Dat is een soort van zo, wow. Dus dat werd een volledige flop. Hij werd door criticasters ook helemaal neergehaald. Shit. Dan, en dan is die, heeft hij gezegd van, ja, ik doe, als je zo'n flop maakt, zo'n extreme flop, dan ga je niet snel terug een nieuwe film kunnen maken. Mm-hmm. Dus hij heeft ook gewoon gezegd van, ja, dude, ik moet dat hier over een ander boeg gaan gooien of zo. En dan heeft hij gezegd van, ja, ik ga een studio bouwen bij mezelf en ik ga gewoon, zodat ik meer controle heb over mijn dingen. En dan 25 jaar later, dus dat zit 25 jaar lang tussen, heeft hij dus, ja, en dan heeft hij dus zijn eigen totaal volstrekt unieke filmstijl ontwikkeld. Ja. Wat is Songs from the Second Floor als eerste geworden. Eigenlijk was het een trilogie. Ja. Het Songs from the Second Floor, daarna kwam You the Living en dan Pigeon Set on the Branch. Dat was ook de bedoeling, gaan trilogie maken in die stijl, maar dat was dan Pigeon Set on the Branch kreeg dan zoveel prijzen ook overal. Mm-hmm. Terwijl die andere films hadden ook al prijzen, veel meer prijzen, nog meer prijzen moeten krijgen. Maar dat werd dan ook beloond met die derde film van nu is het echt verdiend, man. Hier zijn alle prijzen van alle festivals die je maar kunt winnen. Hier zijn ze allemaal tegelijkertijd. En dan uit een soort extreem succes. Maar ja, het mens is ook al 78. Dus het werd ook gezegd dat zijn laatste film was. Heeft hem nu dan About Endlessness gemaakt. Ja, maar dus die 25 jaar voor die film... Heeft hij dus 300 of...
ik weet niet juist hoeveel, maar echt heel veel commercials gemaakt. Ja, dat heb ik ook op YouTube gezien. Zo van een compilation van al die commercials. Ik dacht, ah, oké, dat is ook interessant. Allee. Ah, wel, maar ik bedoel, normaal is commercials heel vervelend. Ja. Maar ik zou wel heel graag in Zweden willen wonen. Want daar maken ze fucking goede reclame, man. Ja. Ik bedoel, echt waar. Als ik, dan zou ik het helemaal geen probleem vinden als er reclame wordt gemaakt. Als het op die manier wordt gedaan. Mm-hmm, gewoon keigoed. Gewoon een echte regisseur achter zit. Ga, maar humor. Humor, grappig. Ik wil dan die reclames. Je wilt ook dat. Je wilt, die reclames zijn al bijna een film op zich. Ja. En kei grappig en kei leuk. Mm. En, ook zo gewoon innovatief en inventief. En inventief, zo, en absoluut. Ik was toevallig in Kopenhagen toen Dunkirk uitkwam. En we waren die daar in een IMAX gaan zien. En we zagen daar een reclametje van Mads Mikkelsen die dat zo door heel Kopenhagen fietst en dan zo voor Carlsberg een commercial maakt. En wij hadden daar echt al iets van, ja, als onze Jupiler en Stella commercials er zo uitzien, dan... Allez, iedereen drinkt hier genoeg bier, maar... Oh ja. Je zou ook gewoon direct naar de winkel lopen en dat gaan halen. Ja, ja, absoluut. Maar dat ja. Zo... Allez, één, dat is Mads Mikkelsen. Allez, dat zijn wel Deens, maar ja. Mads Mikkelsen, natuurlijk, allez, die kan niks fout doen. Ja. En ja, dan gewoon hele inventieve dingetjes daarin steken en zo. Ja. Maar ha, als je hier in de Kinepolis zit en dan een race aan reclame voorgeschoteld krijgt... Ja, je zegt gewoon dat... Hey, terrible. Ik ben dat 2 minuten afgehaakt en dan denk ik, man, kom aan. Ja. Laat het maar op vooruit gaan. Maar ja, als je het op zo'n... Dat is ook te maken met cultuur, hè. Op een gegeven moment, ja, Scandinavië of Zweden of zo, die krijgen dan die cultuur. Of dat wordt dan de maatstaf of zo. Mm. Want hij zet dat dan in en iedereen ziet dan dat dat dan een succes wordt en dan gaan andere mensen dat ook proberen te doen en dan op een gegeven moment krijg je zo'n cultuur van ah ja, reclame moet ook gewoon goed gemaakt worden. Ja. Maar dus hij heeft gewoon 300-400 van die reclame dingen gemaakt en daarbinnen, wat ook eigenlijk raar is, dat je via reclame je eigen totaal volstrekt unieke filmstijl kunt ontwikkelen. Ja, dat is heel fit. Wow, super raar. In die 25 jaar. En ja, hij heeft dan gewoon dat gewoon kunnen doen en na 25 jaar dan de songs van de Second Floor gemaakt. Dat is echt gek. Maar crazy dat je gewoon denkt, ik ga nu even 25 jaar pakken om mijn filmstijl te ontwikkelen. Want, ik moet even over een ander boeg gooien. Ik ben klaar met realisme. Ik ga iets anders doen. Ik weet nog niet wat. Maar ik ga mijn tijd pakken om het te laten ontstaan. En dat is wel goed gelukt, moet ik zeggen. Absoluut. Ja, ik ga echt wel deze week gewoon deze andere films nog zien. Want ze zijn helemaal hooked nu. Ze zijn... Allemaal stuk voor stuk masterpieces. Ja, en wel, het deed mij ook een klein beetje denken aan de films dat Charlie Kaufman maakt. En meer, allee, de films dat Charlie Kaufman de laatste 20 jaar heeft gemaakt. Zo gelijk Synecdoche New York, als je dat kent. Nee, dat heb ik niet gezien. Nee. Of Anomalisa, dat is zo met claymation popjes. En zeg eens, wat vind je dan... Ja, dus Charlie Kaufman zijn de meest... ja, puzzling film om het zo te zeggen, is Synecdoche New York, waarin dat... hoe heet hem? Die is gestorven een paar jaar geleden aan een overdosis. Philip Seymour Hoffman speelt een theatermaker en die wil een ja, eigenlijk het zotste theaterstuk ooit maken, waarin dat hij eigenlijk een blok in New York, waar dat hij in woont, en de straten daar rond volledig nabouwt in een gigantische hangar ergens buiten New York. En heel zijn leven, dat je is aan het leven, dat je naspeelt door allemaal acteurs. En op den duur, in heel die film, ontdekte heel veel complexen dat hij heeft als persoon. En dat eigenlijk de acteur dat hem speelt, begint die complexen rapper door te hebben dan hij zelf. En ja, het is ook allemaal heel gecontroleerd en zo, want dat is echt letterlijk gewoon een stuk New York nagebouwd in een studio. Dus het studio bouwen is vergelijkbaar. Ja. Maar ook qua verhaalstructuur, want die klinkt dan vrij realistisch. Het is ietsje lineairder, maar er gebeurt heel absurde shit in. Maar wel op een beetje een andere manier. Maar van de Amerikaanse dingen dat ik al gezien heb, is datgene wat dat mij het meeste... wat dat meeste belletje zegt. Ja. Rinkelen of zo. Maar dat is wel, als je Roy Anderson's film stof vindt, denk ik wel dat je dat ook echt heel cool tof gaat vinden. Ga ik zeker opzoeken. Het is ook zo heel psychoanalytisch. En ze vertellen u heel weinig, maar ze laten u heel veel zien. Mm. En er is ook heel veel dat ze overlaten voor interpretatie. Mm. Dat is zo'n film waar een YouTuber dat ik volg een reeks over is beginnen maken om het te analyseren. Mm-hmm. Die zit nu na. Hoeveel jaar?
Die is daar al 6-7 jaar mee bezig. Die zit aan de vijfde part van zijn analyse, waarvan dat elk deel een 1,5 uur tot 2 uur duurt. Dus die film duurt like 2,5 uur. En die zit toch maar in de helft van de film, qua analyse. En die krijgt dat zelf ook niet af. Wat dat dan ook weer terugrefereert naar die film. Dat doet me een beetje denken aan, aan The Room. Ja. Er is ooit een, maar dus The Room, dat is een film. En dat wordt eigenlijk gezien als, je zult dat weten, als zo de slechtste film ooit gemaakt. Maar er is dus over The Room een film gemaakt. Yes. Hoe noemt hij dat? The Disaster Artist. Leto. De Franco broers. Ja. James Franco. Nee. En zijn broer speelt dan de andere in het verhaal. Ja. Oh wel, maar dat gaat ook zo. Ja. Dat is ook zo'n. Ik heb denk ik in de cartoons gezien. Ik heb er zo hard mee gelachen. Ja, dat is goed, hè. Zo de Oh Hi Mark scène, dat ze die zo opnieuw en opnieuw en opnieuw doen. Ja. Echt maf. Ja. Dat is een acteur die een regisseur speelt. En de regisseur speelt dan ook nog eens een keer een rolke in de film. En dan speelt ook nog eens een keer in de film. Dat is zo, inderdaad. Dat is zo 4 keer Inception. Ja, inderdaad. Ja. Wel, dat is in New York. Ik ga nog veel, veel dieper in cerebraler dan dat. Ik denk dat je dat heel tof gaat vinden. Maar... Om verder te gaan over de film. Zijn er zo nog scènes? Ja, make-up in die film is ook echt belangrijk. Dat bepaalde mensen er zo heel onwezenlijk bleek uitzien. Ja. En dat je van begin... Alleen, in het begin betekent dat zo nog niet echt iets. Je hebt nog niet echt de dosie van... Ah, die is dood of zo. Maar dat geeft u al zo een heel raar gevoel met dat de film al begint. Ja. Ja, waarom dat is, dat kan ik niet zo goed peilen. Ik weet dat niet. Ik heb hem nog nooit horen vertellen of zo. Nee, voilà. Maar ik weet wel dat... wat dat voor mij doet, is wel dat zo de... Hij legt in al zijn films wat de nadruk op de eenzaamheid en op de hopeloosheid van het bestaan, zoiets. Ja. En ik vind dat... Zo met het bleker maken van die gezichten wordt dat zo wat benadrukt. Ja. Zo van, het zijn ook bijna allemaal hele oude mensen. En heel ongelukkige mensen. En hele oude, ongelukkige mensen, maar zo mensen die al zo 80, 90 jaar zijn allemaal. Dus zo, door die gezichten wat bleek te maken, benadrukt het eigenlijk van, de dood is watching you around the corner. Je kunt elk moment gewoon dood neervallen. Inderdaad. En de pigeons zijn on the branches, vind ik het al interpretabel van... Gaat het hier eigenlijk over mensen die al dood zijn? Ah, interessant. Maar dat is goed. Misschien geef ik nu iets weg, hè. Mag ik weggeven. Dat moet ik wel vergeten, maar... Dat is goed dat ik zowel een perspectief heb om die film door te zien. Dat is altijd leuk. Ja, maar ik denk niet dat bij Songs from the Second Floor of You the Living... Ik denk niet dat daar per se aan de hand is. Maar dus dat eigenlijk gewoon. Een beetje de hopeloosheid van het menselijk bestaan benadrukken door die gezichten, dat is wat het met mij wel doet. Ook, ja, bij mij ook. Je kreeg het echt al kou met ernaar te zien. Ja. Alles zo wit en alleen zo heel koud. Het zijn al triestige figuren, maar dat maakt ze dan daardoor nog theatraler, triestiger. Ja, ook wat wel werkt. Al die interieuren en zo waar die in zitten, dat is allemaal zo kut. Ja, dat is het. Heel kut. Heel Oostblok. Ja, heel Oostblok, inderdaad. Ja, maar daarbinnen dan ook al wel ergens heel herkenbaar of zo. Ja, en heel zo picturaal ook, hoe dat allemaal is banaal ook. Super banaal. Ja. 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 Ik denk dat er best veel mensen zo leven ook wel. Ja, dat denk ik ook. Ja. Zo, en ook, ik denk dat ik weet niet, dat die films weerspiegelen zo het banalere leven veel beter dan gelijk... we zijn Hollywood en... die heeft een normaal, banaal leven, maar dat is dan wel een waanzinnig krappe acteur. Heeft waarschijnlijk een waanzinnig krappe vriendin. Allee, zo... Ja. Je gelooft dat niet. En hier is er wel zoiets van... Ja, dat is wel... Ja, je zit dat wel gewoon. Ja. Dus dat vond ik... En wat ik wel straf vind, is dat het... Eigenlijk is het een arthouse. Volgens mij is het wel arthouse. Ja, ik denk dat je dat er wel veilig onder kunt categoriseren. Maar tegelijkertijd vind ik het dan toch ook weer
veel toegankelijker als een arthouse film. En dat vind ik een beetje... Dat strookt nog niet in mijn hoofd. Van hoe kan dat nu? Hoe kan dat nu super toegankelijk zijn? Mega toegankelijk. Maar tegelijkertijd wel echt best een arthouse film of zo. Ja, wel. Ik denk... Ik weet niet, je hebt zo heel pretentieus een arthouse en je hebt dan ook gewoon die goede arthouse van echt competente regisseurs. Allee, ja, nee, tuurlijk. Je hebt gelijk wat Nicholas Winding Refn doet, dat kan zo soms zijn van, oké, je hebt nu heel minimalistisch coole dingen gedaan, gelijk in Drive. Ja. En dan daarna, je hebt nu heel minimalistisch heel stoeme dingen gedaan, gelijk in Only God Forgives. Allee, dat was mijn mening daar een beetje over. Ik weet niet of je die film hebt gezien. Ja, altijd gezien, met Ryan Gosling. Ja, de endless stare. Ja. Maar je hebt gelijk op Filmfest Gent heb ik wel een aantal dingen zien waarvan ik wel dacht van, dat is nu wel niet... Maar vind je het goed? Vonden die goed, die twee films die je net hebt benoemd? Drive vond ik heel goed en Only God Forgives vond ik een beetje leeg. Allee, die vond ik een beetje... Ja, daar gebeurde zo niet veel. En terwijl dat Drive, daar hadden ze nog wel... Ja, je had wel een verhaal en je waart wel mee met je hoofdpersonage en je waart mee met de dingen die dat er gebeurden. Maar gelijk bij Only God Forgives had je precies het idee van ik wil nu gewoon heel veel kleurtjes laten zien. En heel veel nachtleven in neon en... veel kleurtjes. En schoon vrouwen en allee, zo marginaliteit. Het wordt meer van we gaan mooie beelden maken, eerder dat dan dat het inhoudelijke... Ja, die heeft ook zo'n reeks gemaakt... Too Old To Die Young heette dat. Ik heb dat niet gezien. Maar die heeft ook zelf gezegd, je moet alleen aflevering 3 en 7 zien. Dan deel het vooral mee. Dat is wel goed om dat te zeggen over je eigen reeks. Inderdaad. Zalig. Ja, de rest is gewoon, mag niet het. Moet je niet zien opvulling, eigenlijk. Opvulling, zoals dat heet. Ja, dat vind ik dan. Ik moest er 10 hebben. Ja. Sorry man, ik moest er 10 hebben, want ik had het eigenlijk in 3 moeten vertellen. Ja, wel. Dat vind ik dan zo'n beetje... Ja... Dat is allemaal goed, Nicholas Winding Refn, maar hier kruipt wel veel geld in. En mensen... Allee, als je het tof vindt, vind je het tof. Hè, maar ik vind dat... Allee, als ik iets schrijf of maak als filmstudent, heb je krapper iets van, ja, ik wil wel iets vertellen of zo en zo niet. En wat dat Roy Anderson ook echt wel doet met zijn films, vind ik. Ah, absoluut. Absoluut. En bij andere films heb ik dan zoiets... Allee, eigenlijk... Je hebt zo... Dat is een heel controversiële mening, maar It's a Girl van Lucas Dont. Heb je dat gezien? Ja. Dat vertelt heel de film lang van... Oké, dat is een meisje, die heeft vrij veel mee voor de situatie waar ze in zit. Allee, ik bedoel, ze is nog niet volledig een meisje, maar gevoelsmatig wel een meisje. En heel die film gaat over... Je mag geen zotte dingen doen. Allee, je mag niet doen wat dat die op het einde doet. Want dat is niet goed voor je gezondheid, for obvious reasons. En op het einde doet hij dat wel. En is hij dolgelukkig daarna. En is like, alles wat dat er zo daarvoor is verteld in die film tegen de kijker, en zo doorheen de personages, is ineens van... Ah nee, iedereen had dus ongelijk. En je hebt gewoon een beetje niet heel roekeloos gedaan. En dat is dan oké. En nu is de film gedaan. Maar het eindigt met... Mogen we dat zeggen wat het eindigt? Ja, mogen we dat zeggen. Het eindigt met dus dat ze eigenlijk haar, het is een transgender, dus haar piet afknipt. Ja. En volgens mij is dat eind. Ja. Nee, of zien ze dan daarna nog door zo de dingen, door de metro lopen? Je ziet ze zo, nog even zo in het ziekenhuis liggen en dan zien ze door de metro lopen met een smile op haar gezicht, inderdaad. Ja. Natuurlijk is dat wel multi-interpretabel, maar ik snap het wel. Ik denk dat er ook best veel commentaar op gekomen is aan het einde. Hier niet, want hier was het zo, oh yes, transgender film, cool, dat is nieuw, we hebben dat nog niet gezien. Maar in Amerika, waar het maatschappelijk in dat debat ook al wel wat ietsje... Allee, daar is al meer over gedebatteerd en er is al meer over gebabbeld geweest, waardoor dat daar iets verder staat of zo, langs de beide kanten. Ja. Die hadden zoiets van, ja, maar nee, deze moet je niet vertellen tegen jonge transgenders. Waar ik ook wel iets bij had van, ja, ik volg al wel ietsje meer, terwijl ik dat technisch een waanzinnig knap gedraaide en heel knap gespeelde film vond. Maar ja, in dat script dacht ik ook op het einde van, ja, maar... Deze klopt ook gewoon niet echt met alles wat je zo daarvoor hebt verteld. Ja. En daar stoorde ik mij een beetje aan. Ja, dat begrijp ik wel. Dat begrijp ik al. En ik denk wel dat ik die mening ook wel volg. En deel ook. Maar... dat moet ook niet, man. Dat weet ik. Maar is het een mening? Ja, absoluut. Maar wat ik wel vind, is dat... Oké, dat einde...
dat denk je van... daar kunnen we dan over discussiëren. Van, was dat wel een goede wending? Ja. Ik denk dat hij het bedoeld heeft omdat het wel nog multi-interpretabel kan blijven, ja, of zo. Maar dat is dan misschien net niet gelukt of zo. Ja. Maar ja, en dan kun je denken, oké, je hebt dat einde en dat is één ding. Maar je hebt wel de rest van de film ook nog of zo. Ja, en als je dat absoluut einde even vergeet, ja, dan vertelt die film ook wel nog of zo genoeg over transgenders om absoluut te denken, ja. Ja, en over die ervaring en wat dat hem daar ook mee wilde vertellen, is denk ik van... Ze is zo hard aan het afzien dat ze een wanhoopsdaad doet. En om een beetje aan de kijker over te brengen van... Oké, je snapt het niet, laten we het u even snappen door te zien hoe ver dat die gaat om eigenlijk te zijn wat dat ze wilt zijn. Ja. En in die zin begrijp ik het dan ook wel weer meer van... Zie je eens hoe hard dat ze is aan het afzien? Ja, het is interpretabel op zich. Ja. Maar ja, wel, wat dat je zegt, de rest van de film heb ik... genieten is iets anders, want het is wel vrij veel miserie gewoon de hele tijd. Ja. Maar... genieten van het vakmanschap of ja, zo. Of voilà, van de van het goede manier van vertellen of zo. Yes, mooie shots en sound design en goede acteurs. Goede keuze om zo, dat vond ik dan wel weer cool. Het is wel, het is wel zo'n film die zo... helemaal 100% kan is of zo. Ik snap helemaal wat je bedoelt. Je kunt alle vakjes afvinken, ja, van alles wat er dan... Als je een prijs wilt winnen op kan, dan moet je dat. En dat, ik denk dat er wel zo ploek, perfect tussen past. Ja. Maar dat gezegd zijn, dan moet je het toch nog altijd maar doen natuurlijk. Hè. Absoluut. Zo is het ook weer. Ja, zeker. En allee, bedoel... Ja, die checkboxjes, dat zijn zo. We moeten veel one-takers hebben. Allee, dat we hele lange shots hebben die dat heel veel bewegen. En, we moeten... Ja, met personage blijven en nooit wegknippen van dat personage. Ja. En zo. Maar ook wederom, je kunt dat dan wel zeggen, je kunt wel denken. Maar ja, het is makkelijker gezegd dan gedaan. Ja, maar ik geniet daar ook wel echt van zo'n ding. Ja, als je het dan toch goed doet, ja. Als je er zoveel ziet, dan heb je het ook wel op den duur door. Het is bijna een trucje. Ja, je doet dat wel zo... Daarom om u een beetje te distancieren van zo de heel duidelijk vertelde zo Hollywood cinema of zo. Wat ik cool vind, dat we ook wel zo veel diversere regisseurs in België zijn aan het krijgen. Zo Nadine Bilal, dat nu ja, dat Patser zo en Black zo heel klassiek verteld hebben en nu in Hollywood zitten. En dan evengoed Lucas Dont dat een girl maakt. Of gelijk Jill Collier die dat Cargo heeft gemaakt. Dat vond ik ook heel cool. Hoe meer diversiteit daartussen, hoe beter, vind ik. Ja, absoluut. Als jij nog wat water hebben. Ja, dat wil ik wel. Dat wil ik zeker. Zo, water ASMR. Yes. Nu ben ik wel enorm benieuwd naar die latere films van Roy Anderson, die kun je zo in het kort vertellen waar dat zo de rest van die trilogie over gaat. Allee, zo, want de volgende is You the Living. Toch? Songs from the Second Floor, wil ik zeggen. Ja, het is eigenlijk... zitten ze enorm in elkaars vaarwater. In de zin van, het is exact dezelfde vertelstijl of zo. Het zijn dan kleine nuances die gewoon net anders zijn. You the Living... Bijvoorbeeld wordt de vierde wand veel meer doorbroken. Dat ze opeens cool. Zo vloek naar de camera kijken en opeens echt zo een typische theatermonoloog houden. Maar het werkt toch wel 100%. Nice. Dus dan gaan ze zo opeens... en ook weer op het moment dat je denkt... Oh, je moet er toch maar opkomen. Er is zo één scène dat er een man en een vrouw seks aan het hebben. Die zijn aan het seksen. En die vrouw zit van bovenop en die heeft zo'n soort raar vikingpak aan. En dat je denkt, what the fuck is daar aan de hand? Die hebben net... Oh, maar dat is ook weer goed. Dat is ook weer comedy. Ah, die hebben net carnaval gevierd. En dan komen die zat thuis en dan gaan die nu maar seksen. Zalig. En zij zit zo bovenop. En hij kijkt zo ondersteboven zo naar de camera. En hij houdt zo opeens de monoloog. Ik ben eigenlijk kei ongelukkig. Ik zie die totaal niet meer graag. Maar ja, ik doe het maar, hè. Geweldig. Wat kan ik doen? Ik kan toch ook niet zeggen dat ik het niet kan doen? En zo'n monoloog wordt dat dan. Ja, maar het is echt goed. Er zijn zelfs monologen bij van You the Living die volgens mij ook op de toneelschool wel vaak gebruikt worden. Er is bijvoorbeeld een moment dat zo'n psychiater... In het Zweeds dan. Is gebeurd? Nee, wel in Nederlands. Of in het Engels. Maar zo'n scène ook echt een goede scène is. Zo de... de psychiater. Mm-hmm.
En die psychiater loopt dan zo door zijn praktijk en ziet allemaal mensen zo wachten op hem. En, oh, we gaan u direct roepen, we gaan u direct roepen. En dan zie je zo, oké, hij heeft dus, veel klanten en veel, hij is veel bezig. En hij loopt dan zo naar voren, doet de deur dicht. En zo de secretaresse blijft zo naast hem staan. En hij pakt zo'n papiertje vast en hij kijkt zo in de camera en hij zegt... Ik ben psychiater. Ik ben al zoveel jaar psychiater. Maar ik ben al die meningen van die mensen... Dat maakt mij zo triestig en uitgeput. Ik kan niet meer. Ik kan het niet meer. En die monoloog eindigt met... Ik heb het opgegeven, de mensheid. Iedereen denkt om mijn problemen te hebben. Met het bestaan. En uiteindelijk is iedereen ook maar egoïstisch. We raken er niet uit. Ik heb het opgegeven, de mensheid. Wat ik nu doe, is pillen voorschrijven. Zo, hoe zwaarder de pillen, hoe beter. Dat is hoe het is. En zo, bam. Maar dat is zo'n goede theatermonoloog, is dat. Allee, ik zeg het nu. Dat ik het nu vertel, is het bijna oneerbiedig, omdat een tekst zo goed is. Ja. Maar dat is echt goed. Het is te goed, eigenlijk, allemaal. Mm-hmm. Goed, The Living is eigenlijk iets theatraler dan Songs on the Second Floor daarbinnen. Mm-hmm. Dan. Waardoor het misschien... Ik vind het persoonlijk dan weer grappiger ook. Ja. Het is nog grappiger. Oké, okay, cool. Ik heb al heel hard gelachen met Songs from the Second Floor. Nou, dan is You the Living is wel een... Op dat vlak, dus dat is ook weer al knap gemaakt, is een masterpiece. En dan zit het toch nog als maker in staat, dat is ongelooflijk, om een tweede masterpiece te maken, dat u een andere masterpiece overtroeft. Mm-hmm. Het is ongelooflijk eigenlijk. Dat is echt alleen maar de groten die dat kunnen. Ja, absoluut. Ja. Dat is waar. En dan heb je Pigeon Set on a Branch. En dat gaat dan zo wat meer richting... dus dat ik mijn interpretatie, dat het ook wat meer... Dat ze meer dood zijn. Maar dan... Mm-hmm. Wat je wel merkt, vind ik, dan is dat je hebt dan die stijl. En je hebt een totaal unieke stijl. En dan is de You the Living, dat een overtreppende trap is. Maar dan de laatste twee zitten zo wat in dezelfde... Vind ik, maar dat is ook misschien... In dezelfde, op hetzelfde niveau of zo. Daar vind ik dan te weinig ontwikkeling. Maar dan kun je ook afvragen... Wow, je maakt gewoon twee masterpieces die echt revolutionair zijn voor de filmwereld. Moeten dat dan nog kunnen overtroeven of zo? Is het dan niet ongelooflijk knap dat je toch nog maar weer in staat bent om het weer te evenaren? Want die laatste twee zijn ook wederom briljante. Ja. En daar zitten scènes bij die ongeëvenaard knap en chic zijn. Mm-hmm. En qua de funny factor zit dat daar... Ja, dat blijft wel. Ja, okay. Dat blijft dat is cool. wel. De ene is al iets zwarter dan de andere. Ik denk dat You the Living wel de grappigste is. Ja, oké. Okay. Ja. Cool. Ja. Maar het blijft wel, wel die zwarte... Zwarte humor behouden. Zeker. Ja, want in de laatste film heeft hij een drankprobleem, de regisseur. Ah, damn. En is de productie stil moeten gelegd worden omdat hij met een drankprobleem zat en dan moest hij in rehab. Shit. En, maar dat, je ziet ook een beetje dan daar binnen, dan die film. In de laatste zie je ook wel dat het zo wat donkerder wordt doorheen de film. Ja. En dan wat minder comedy. En dan zie je... Ah ja, oké. Okay, ja, dan wordt het opeens terug wat grappiger. Maar het is niet omdat het donkerder wordt dat het minder goed wordt. Dus het blijft nog altijd heel fascinerend en kijken om naar te kijken. Ja. Maar je ziet wel zo zijn persoonlijke lijn met zijn privé loopt precies samen met je film. Wat wederom heel knap is dat je dat toch weet te vertalen of zo. Ja, absoluut. Ja. Om een hele lullige segue te maken. Ja. Iemand dat alles thuis opneemt en alles zelf produceert, zie jij ook. Met meneer Karton. Ja, dat klopt. Want daar heb ik er juist echt compleet uw vraag over vergeten te stellen. Terwijl ik dat echt waanzinnig interessant vind. Want, ik heb nu de eerste 10 afleveringen geluisterd. Zijn ook gewoon keikort. Dus dat is echt zo. Dat zijn zo snelle hapjes. Ik heb al keihard gelachen. Ik luister dat in een auto. Hoe ben jij op dat idee gekomen? Want ik vind dat wel echt maf, eigenlijk. Ik denk dat een beetje in mij zit ook. Dat is eigenlijk... Dus, vorig jaar kwam dus de corona. En mijn voorstellingen waren geannuleerd. En ik wilde sowieso al iets doen met podcasts. Maar dat is er zo nooit van gekomen, omdat ik de tijd niet had of zo. Mm-hmm. En toen kwam dus de corona. En toen wou ik iets doen met podcasts. En... Maar zo een interview, zoals dit eigenlijk, of wat praten, wat eigenlijk echt podcast is. Ja, want eigenlijk, meneer Karton, podcast is eigenlijk al een groot woord. Het is meer een narratieve podcast. Wow, een soort van hoorspel. Ja, een hoorspel, dat is beter. Gelijk zo, wat was dat, van het Geluidshuis? Geluidshuis,
Bremer stadsmuzikanten, zo die dingen. Ja, exact. Dat is het eigenlijk wat meer. En ik, ja, ik wou iets doen. Ik wist niet zo goed wat. Dan dacht ik, ah ja, oké, okay, misschien wil ik nou wel iets met gastacteurs doen. En, ah, maar dan is het leuk dat ik een concept heb. Dat ik dan elk personage, allee, een soort van stramien, een soort van rubriekachtige dingen van, oké, okay, begint daar. Dus mijn podcast is dan meneer Karton, die woont op een berg en daalt een berg af. En die gaat zijn oma bezoeken beneden, maar hij raakt er nooit. Nee. En waarom raakt hem er nooit? Ah ja, dat is, heeft dan de gast die ik erbij vraag, kan dan iets ermee doen. En dan dacht ik, ah ja, er zitten keiveel comedians en acteurs nu thuis. Ja. Die hebben geen klote te doen. Ik ga die allemaal bellen. Hé, heb jij iets te doen? Nee man, ik verveel mij. Oké, okay, zeg, wil jij... En dan vraag ik, bijna altijd heb ik dan, vraag ik aan de gast, wat vind jij nu leuk om te doen? Wat zou die ze willen spelen? Of wat zou die ze willen zijn? En dan zegt de ene, een kabouter met één been. Of Brigitte Kaandorp die zei, ja, ik wil iets met mijn ukulele doen. Mm-hmm. Of, enfin, ja, ja, ja. Ja, de Gerecht Timmermans, ja, ik heb een goed idee, man. Dan komt hij dan zelf mee af, de jaloerse sigaret van Herman Brusselmans. Dat vond ik zo, ik lag echt, ik moest dat echt even afzetten om mij te focussen op de weg, want ik was echt kapot aan het gaan, dat was echt heel... Ja, ja. Hoe de fuck kom je daar zelfs op de jaloerse sigaret van Herman Brusselmans? Ja, ja, ja. Dat was ook gewoon pingpong, want hij zei, wat wil je doen? Ja, ik weet het niet, ik weet het niet. Oh ja, misschien zoiets, ja, nee, misschien zoiets. Ja, of mag ook een abstract ding zijn, hè, een glas of een sigaret van Herman Brusselmans. De sigaret, nee, de jaloerse sigaret van, zo in pingpong-wise kwamen wij daar opeens op. En dan hangt het een beetje van de gast af, hoe ik te werk ga. Bij de ene is dat meer vanuit een soort improvisatie dat het ontstaat. De andere die heeft graag zelf inmenging in het schrijfproces. Dus Comilfo bijvoorbeeld, die heeft dan zelf vooral veel geschreven of zelf meegeschreven. Ja. Altijd in samenspraak, we zijn altijd zo wat heen en weer aan het pingpongen. Ja, ja, ja. En dan bij de jaloerse sigaret bijvoorbeeld en bij de Alex... Alex speelt een kabouter. Wat was dat? Mijn te lang linkerbeen. Ja, morgen heb ik alles uitgeluisterd. En dan moet je nog naartoe gaan. Moet ik nog luisteren. 30 nu, hè? Ja. Denk ik. Ja, 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 ja. En daar is het zo wat improvisatie. Mm-hmm. En dan... soms is er wel een script. Ja. En dan dan doen we gewoon het script, maar dan als structuur of zo. En dan daarbinnen wordt er dan heel veel geïmproviseerd. En dan ga ik daar proberen in de edit iets van te maken. En soms... meestal is het bij de acteurs dat ik gewoon zeg van nee, die dan niet comfortabel zijn met het improviseren, dan ga ik gewoon echt tot in de puntjes gewoon uitschrijven. En dat kan ook. Dus er zijn heel veel verschillende manieren van werken eigenlijk. Ja, ja. Ja, de Lucas van den Einde, zijn negel, vond ik ook echt... ja, dat is echt gewoon helemaal uitgeschreven. Helemaal uitgeschreven, oké. Okay. Ja. Ja. Ja, want ik had echt zo... Even, jij stond Julie Polmans ook op de set van Glad IJs? Toevallig? Ja, ik heb eigenlijk alleen maar in die gevangenis gezeten. Ja, ik heb alleen maar de Luc Wijns gezien. Ah ja, inderdaad. Ja, je had nooit geïnteract met Koen de Pauw of Lucas van den Einde daar of zo. Want ik dacht van, oh, misschien kennen die elkaar daar van of zo. Nee. Ik heb met Lucas van den Einde ken ik van Cruise Control. Ah. Dat is een film die ik gedaan heb. En, was dat ook niet van Dries Vos? Of nee, Rudy van den Bos. Ah, bijna, Rudy van den Bos. Oké, cool. En wij zijn samen naar Griekenland daarvoor gegaan voor die film. En zo kende ik ook Hilde Heijnen. Cool. Die kende ik daarvoor al. Van De Bunker en De Greg. De jaloerse sigaret ken ik ook van De Bunker. Cool. En Sven ook. Ja, zo ook. Ja. Maar inderdaad, gelijk jij een beetje via de projecten leerde wel mensen kennen... En dan de comedians, vaak gewoon vanuit het vak, omdat ik dan zelf comedian ben, leerde de mensen wel kennen. En dan anders, soms gebeurt het ook dat ik gewoon iemand niet ken en dan toch benader en dan vraag, heb je er zin in? En dan zeg je ja, nee. Of, ja. Ja, dat heb jij ook zo? Allee, want dat heb ik bijvoorbeeld, dat is iets helemaal anders, hè, wat wij doen, maar zo een beetje zenuwen van zo, zo'n nieuwe persoon en die kijkt er wel zo'n beetje naar op, dus dat... Wat zou dat zijn, of zo, dat je die zo nog niet kent? Want... Dat valt eigenlijk wel... Op zich valt dat wel mee. Allee, tot nu toe ben ik nog niet starstruck geweest. Ja. Maar ik denk ook niet dat dat per se in mij zit of zo. Mm-hmm. Ik bedoel, ik zat vorige week
moest ik een klein rolletje draaien voor Klaus, die nieuwe Netflix-film. Ah, ja. ik heb toevallig door die set gelopen, omdat wij een nieuwsopdrachtje moesten shooten voor de school. Die waren in het stripmuseum van Brussel aan het filmen. Ja, ja. En wij moesten daarboven zijn, dus moesten we even zo snel door die set lopen. Ja. Het was, wie is dat nu weer? Jan de Kleer zeker? Dat daar, Wel, ik wou net zeggen, dat op een gegeven moment zat ik gewoon te wachten op mijn scène. En zoals iedereen wel zal weten, filmen is vooral heel lang wachten. Ja, zeker wel. En ik heb volgens mij heel de nacht naast Jan de Kleer gezeten. Nice. En dan, maar dan in het begin denk ik, oh, dat is Jan de Kleer, maar dat vergeet ook wel. Na twee seconden vergeet dat wel en dan zijn ze gewoon wel aan het lullen. Oh, dat is tof. Dus met andere woorden, ja, ik ben niet zo snel starstruck. En als je het al niet bij Jan de Kleer hebt, dan weet ik niet. Dan wordt het al moeilijk, denk ik. Ja. Allee, dat is nu niet om... dat zijn wel natuurlijk kraken in hun vak of zo, natuurlijk. Dat wel, hè. Maar ik ben dan niet per se zenuwachtig om hen daarvoor te vragen of zo. Ja, ik heb altijd zo... Allee, met deze bijvoorbeeld. Met de sets heb ik dat minder. Allee, want ik heb zo... Ik ben een van de weinigen in mijn groep met een rijbewijs. Dus met onze kortfilm was dat van, ja, oké, hoe gaan de acteurs bij ons geraken? Dat waren Jennifer Heilen en Felix Meijer. Ik zeg, Schoek zal u wel gaan oppikken, want die wonen toch in Antwerpen. En iedereen zat zo heel verspreid van onze groep. Dus moest je die redelijk vroeg gaan oppikken. En dan, ja, weet je, als ik chauffeur ben, ik ben zoiets aan het doen. En of dat die willen babbelen of niet, dat is zo... Weet je, dat is die een keuze. Allee, ja, ik vraag er wel iets aan, maar dat is zo niet van... Ik zit zo voor u en we moeten een conversatie hebben of zo. Dus dan heb ik daar ook zo geen stress voor. Maar ja, zo soms met de podcast, allee, zeker in het begin had ik dat super hard. De eerste keer. Ah ja, maar in het begin wel. Omdat je dan ook zo nog niet zelf weet wat het gaat zijn of zo. Inderdaad. Dan wel. Maar op een gegeven moment weet je wel van, ja, dat gaat sowieso goed komen of zo. Dat wordt wel... basis, de fond is gelegd. Dat is waar. En als ze al luisteren en ze vinden dat al leuk, dan gaat dat sowieso goed komen. Voilà, inderdaad. Ja, de eerste keer dat ik dan Alex heb leren kennen, was ook omdat ik was een podcast aan het opnemen met William Bova in de Mechanic Strip in Antwerpen. Huh? Als je dat kent, de comicboekwinkel. De William Bova heeft trouwens ook... dat heb ik ook zien voorbij komen. Een bok zonder een sik speelt hij. Zalig. Ja. Maar ik deed dat like een band of zo. Dus dat was echt niet... Allee, dat was allemaal nieuw. En zelfs William Bova was... Allee, want die kende ik een beetje zo via. Maar dat was ook al zo een beetje starstruck. En we hoorden daar ineens iemand zo wat halve links wat roepen daar beneden in de mechaniekstrip. En de William... Oh, dat is een Alex. Dus hij roept hier zo naar boven van... Hey, Alex. Kom jij mee een podcast doen? Ik zat daar zo paniek aan te krijgen. Van, what the fuck, William Bova en Alex Agnew. En dan hebben die daar met twee eigenlijk... alles overgepakt en ik zat daar van, ik geloof niet dat deze is aan het gebeuren, want ik was wel echt, ik was mega starstruck toen. Ja. En ja, dan eigenlijk door dat mee te maken is al de rest zoveel minder geworden. Zo gaat dat dan. Gelijk je Jan de Kleer ervaring. Ja, absoluut. Ja, maar ja. Met de meneer Karton, hoe neemde jij dat eigenlijk op? Want uw stemmen die zijn wel vrij droog. Die zijn vrij droog opgenomen qua klank, wat dat goed is, want je kunt er nog wel alles mee doen en zo. Ik heb gelijk zo eigenlijk, zo dit, maar dan de eerste 20 afleveringen of zo was echt midden corona, eerste golf. En dan heb ik ook gewoon zo, hebben zij dat van thuis opgenomen. En sommige mensen hadden dan goede apparatuur. En sommige mensen hadden geen apparatuur. Dus ze deden dat gewoon via hun gsm. Mm-hmm. En de ene een goede gsm en de andere heel crappy. Ja, of weet niet hoe dat hem het moet opnemen. En dan ga ik gewoon proberen in post dat naar elkaar toe te trekken. Ja. Maar dat was ook een leerproces, want ik ben geen geluidstechniker. Nee, wel. Dus dat was echt zo... En ja, soms, weet je... Dan kun je het al bijna aan een professional geven. Zelfs die zou zeggen, ja, manneke, dat gaat niet. Ja, maar je kunt evengoed een camera voor een lamp zetten en alles gaat uitgeblankt zijn. Allee, exact, er is een bepaald punt waarop dat data niet meer salvageable is of zo. Dus, exact, zo. Dus bij de ene hoorde echt zo, dat is opgenomen in een duidelijk een andere ruimte dan mij of zo. Maar ik probeer dat dan naar elkaar toe te trekken. En dan komt er nog
een soundscape onder. Ja, dat ik ook echt goed gedaan vind. Allee, zo. Ah, maar die soundscape zorgt er dan voor, hopelijk, dat je wel het gevoel hebt dat je, naar dezelfde, tenzij het natuurlijk beroepsmisvorming is, dat je ook niet meer kunt horen van, ah, fuck. Wat kan je ook snappen, als je er zelf veel mee, als je zelf veel edits, dan gaat je opeens heel veel details horen, dat een normale leek niet zou horen. En dan zou ik wel kunnen snappen van, oei. Nee, kan het ook vervelend worden of zo? Dat je denkt, nee, vervelend dat je is het zeker niet. Nee. Het was altijd te grappig. De inhoud was altijd zo te funny om mij te beginnen focussen op die technische dingen. Dat was het zeker niet. Maar dat was zo ook een leerproces, want ik doe dat ook zelf. Dus ik ben daar zelf maar aan. En ik heb dat ook gewoon echt moeten leren, along the way. Ja. En dan nog, en dan zelfs nog. Maar dus nu, de laatste aflevering die ik heb opgenomen, doe ik echt gewoon zelf in mijn eigen studio. Dus nu heb ik, daarvoor had ik één micro, nu heb ik twee. Nice. Zoals dat upgrade. Gaat. Hè. Upgrade. En dan vraag ik ook gewoon van, dude, komt gewoon bij mij thuis dat inspreken. Ja. En dan kunnen we ook gewoon instant, dat is veel leuker, dan lees ik meneer Karton. Ja. En zet jij dat personage en dan kunnen we echt gewoon instant pingpongen met elkaar. En dan kan ik, ik regisseer ze dan ook. En dan kan ik ook instant veel makkelijker zeggen van, hey, doe dat of improviseer dat of dat. Of doe dat eens zo of zo. En dan kan dat instant gebeuren en dat is veel leuker ook. Ja, mensen vinden dat leuker. Ik vind dat leuker en dan gaat dat wel. En het is gewoon echt dezelfde micro, dus dan is het ook technischer beter. Inderdaad, en vooral de ruimte. Maar jij woont dus niet meer in uw camper? Nee. Ik heb dus nu... ik heb dus 5 jaar lang in mijn camper gewoond, maar ik heb nu een huis gekocht op Tiel. Tiel, nice. Ja. Cool. Ja. Maar dat is niet zo super weer of zo. Allee, helemaal niet. Nee, oké. Okay. En met meneer Karton, dus ik heb nu ook opeens plek om zo mensen te... Want daarvoor was dat, had dat nog wel kunnen. Op zich is dat wel grappig. Thuis, in de camper. Ja, op zich is dat wel grappig. Onder een deken in de camper. Ik heb 2 microfoons op mijn bed gezet. Nice. Kom daar maar in spreken. Altijd op mijn bed. Ja, op zich is dat nog wel grappig. Maar... Voor de sekstape. Ja, of voor meneer Karton, wat heb ik. Wou ik nu zeggen, wat ik heel cool zou vinden, is om dus al die extreem absurde verhalen die ik nu zo aan het verzamelen ben met meneer Karton, om dan op een gegeven moment, zo binnen een paar jaar, als ik er echt heel veel heb, om die dan te animeren. Ja, dat zou super cool zijn. Dat zou super cool zijn. Dus ik zoek nog een goede animator. Ik ken er misschien een. Ja? Ja. Die daar net zijn master heeft behaald op de rit. Ah, kijk. Dus dat zou misschien wel kunnen werken, maar we zien wel. De jaloerse sigaret van Herman Brusselmans. Hoe cool is dat als je dat ook geanimeerd ziet? Ja. Dat gaat toch de max zijn? Ja, en ik... Dat wordt supercult. Ja, dat wordt extreem cult. We gaan de podcast daar eens over babbelen. Over, want ik heb, nu denk ik erover nadenk, wel een paar partijen dat zou ik kunnen doen. Ja, maar... voilà. Ja. Ja. Zo, het leuke is dat je gewoon alle scripts hebt. Het is eigenlijk al ingesproken. Ja. Je moet het gewoon animeren. Dat inderdaad. Is het. Je zou het dan ook kunnen zeggen. Je kunt het nog eens sommige afleveringen misschien opnieuw inspreken of zo. Mm. Maar het is de inhoud of zo. Is het. Zoals dingen, zoals Roy Anderson. Zo is het. Zo is het. Het is niet goed, allemaal opnieuw. Ja, maar dat is ook een eindeloos proces. Ja. Gelijk Stanley Kubrick. Er zijn ook zo verhalen van dat je zo op de set met kleurkens werkte. Ah. En dat je elke dag met een nieuw script kwam. En je had dan de rood, dat was van de dag ervoor, en dan blauw is van vandaag. Zodat iedereen wist, dit is de nieuwe versie. Okay. Ik moet altijd de blauwe versie, want de rode versie was... en zo had elke dag een kleur. Omdat je dus ook elke dag met een nieuw script kwam. Of, of in ieder geval met aanpassingen. Zo, shit, man. Versie 80. En dat was dus echt tot het laatste seconde dat er werd gedraaid en dat erop stond, waren dat aanpassingen draaien. Wauw. Ja. Ja, maar ook wel een genie, hè. Zo gelijk. Ik was niet mee met 2001 A Space Odyssey toen ik het voor de eerste keer zag. Dat was op mijn laptop gewoon. Dus ja, uiteraard zitten we daar niet mee. Dan speelde dat in de UGC. En ik dacht, oké, laten we deze nog eens proberen. En ik was compleet omvergeblazen. Dat is echt maf hoe dat zo... Ja, het medium waar dat je het op kijkt. Hoe een groot verschil van ervaring dat kan geven. Maar het is misschien ook omdat je zo... Ik weet niet wanneer je het gezien hebt, maar ik kan me voorstellen als je zo op jonge leeftijd dat ziet, dat je dan er minder rap in meegaat. Maar als je dan 14 of 15 de eerste keer. Ja. En dan de tweede keer 18. Als je al zo'n klein beetje oeuvre hebt gezien, dan gaat dat zoiets ook volgens mij veel sneller appreciëren, omdat je dan opeens de ambacht gaat beginnen zien. Inderdaad. Zoals A Clockwork Orange. Als je dat kijkt, dan zie je ook gewoon... Dan denk je ook van...
Weet je, aan de ene kant is dat, gaat dat verhaal heel traag. En dat heeft ook te maken met dat het in een bepaalde tijdsgeest is gemaakt of zo. Dan een soort andere soort van storytelling. Nu hebben we een soort van cultuur dat heel snel en korte spanningsbogen. En dat, moet, allee, en dat was toen veel uitgerokkener of zo. Waardoor het, maar je ziet de ambacht ervan. En, en de, het is wel gewoon klasse. Ja, absoluut. Ja, dat, dat is... ik vind Kubrick echt amazing. Ik heb zo die, die Barry Lyndon nog niet gezien. En Paths of Glory heeft hij ook gemaakt, zeker. Dat heb ik ook nog niet gezien. Maar zo, ja, Clockwork Orange, Full Metal Jacket. Allee, zo ja, die, ja, de klassiekers. De klassiekers, ja. Die wel. The Shining. Uiteraard. Waar dan een hele goede sequel op is gemaakt. Oh, fuck, is al... Nee, ja, 2 jaar geleden. Is dat? Dr. Sleep. Ah, ja. Ik vond dat, allee, de meningen waren gemixt. Ja, 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 ja. Ook, ook gebaseerd op een boek, hè? Ja, van zijn zoon, van Stephen King, zijn zoon, dacht ik. Ik vond dat echt nice. Zo, de hommages dat erin zitten, zowel naar het boek als naar de film. Want ja, dat is vrij bekend dat, dat Stanley Kubrick in Coked Up Stephen King een beetje aan bras hadden over dat Stephen King die film kut vond en al de rest die film heel goed vond. Ja. Maar ja, het... Het bewandelt zo de tightrope tussen... En maar hij vond dat van wat? Van The Shining of van die remake? Van The Shining. Van ja, Kubrick's verfilming vond Stephen King ja, vond dat vreselijk, omdat die had te veel liberties genomen, wat ik nu wel versta als hij 80 versies van een script schrijft. En, maar ja, ik vind ook aan de andere kant... Ja, oké. Okay, ja. Ik vind ook dat je gewoon de... Je schrijft iets. Ze zeggen altijd, een film wordt gemaakt in 3 delen. Ja. Eerst schrijft het... En dan gaat het filmen. Ja. En dan wordt het een heel ander verhaal dan wat het op het papier staat. Absoluut. En dan gaat het nog eens monteren en dan wordt het weer een heel ander verhaal. Ja. Maar je moet wel die vrijheid pakken. Want als je in dat proces een schrijver hebt die zegt... nee, het moet zoals het hier exact staat. Dan... Ja, meestal is dat dan ook... Dat komt heel vaak de artistieke prestatie niet ten goede. Nee, want daarom mag een scenarist niet op de set staan. Mag een monteur ook niet op de set staan. Want die, dat zijn allemaal eigenlijk het scenarist en de regisseur moet dat gewoon krijgen en daar volledig zijn eigen ding mee kunnen doen. Absoluut. Tenzij dat je zo auteursregisseurs hebt, allee, dat heb je ook. En dat, soms komt dat heel goed, soms is dat heel slecht. Ja. En ja, een monteur mag je eigenlijk... Allee, een regisseur zit daarnaast, maar een monteur heeft wel, denk ik, final say, denk ik, in bepaalde... Alleen in de beslissingen die in de montage gebeuren... Ik weet het niet zo goed dat dat zo in Hollywood is. De regisseur wel gewoon mag zeggen van... het hangt van het project af of zo, maar de maker, de bezieler van het project zal wel de laatste zeggen, dus zeker. Zwaar. Ja, uiteindelijk de zender. Dat kan ook nog, hè. Ja. Als je in samenspraak met een zender... Gelijk VTM. Gelijk VTM, die dan... jammer genoeg. Ook inspraak heeft. Ja. Maar VTM, elke zender, denk ik. Als je in samenspraak gaat, of zelfs voor Netflix. Als je nu stel voor dat je nu met Netflix in zee gaat, dan denk ik dat Netflix roken. Ook... voilà. Ja. Je mocht niet meer roken. Verplicht. Een multiculturele cast. Is dat? Denk ik wel. Ja, dat kan ik me eigenlijk wel voorstellen. Ja, dat denk ik wel. Maar gelijk de... Allee, er zijn veel producties... Allee, je hebt nu Potemkino dat heel hard is aan het doen. Zo van... we moeten onze pronouns in onze mailhandtekeningen zetten. Allee, zo, die doen dat daar allemaal. Omdat Charlie de Wolf doet daar zo heel veel voor. Ik weet niet of je die kent. Dat is een non-binaire regisseur. En die... Ja, allee, die zijn daar zo heel hard... Die staan daar zo aan het versen in, of zo, om het zo te zeggen. Ja. Maar ja, nee, dat kan wel zo. Dat... dat dat een vereiste is bij Netflix. Ja. Maar buiten de animeren, wat zie jij nog in de toekomst voor meneer Karton? Allee, misschien... Maar dat, bedoel, dat animeren is ook zo... dat is een zeer lange... Een droom, maar ook zo... Nu zijn er nog te weinig scripts, vind ik, om daar echt een ding van te maken of zo. En dan moet je ook zeggen van, oké, geanimeerd dat dan... Ik denk dat daar heel veel tijd in kruipt om zoiets te animeren. Ja. Wat doet er dan mee? Snap dat? Dat is ook zoiets. Je kunt dat op YouTube gooien. Maar dan heeft dat ook niet zo heel veel bereik. Ik zou dat verkopen aan streams of zo, man. Of aan Netflix. Ja. Dat sowieso proberen, toch? Ja, dat is waar. Dan je kunt al gaan pitchen, dan geven die je geld voor dat te maken. Ja, en dan moet je er niet eens zelf iets in steken. Ja, zo is het ook weer. Zo is het ook een goed idee, eigenlijk. Dat is een goed idee. Inderdaad. Ja. Je kunt er mee naar... Bij deze Netflix of streams, als je aan het kijken bent... maar ja, goed. Ja, dat is waar. Maar dat zou ik al de max vinden. Mm-hmm. En verder vind ik...
Ik heb het idee dat het verhaal van meneer Carton nog niet is uitverteld, omdat ik... Het coole daaraan is dat je... Ik maak dat zelf, dus ik heb volledig artistieke vrijheid. Mm-hmm. Dus als ik opeens beslis om een aflevering volledig in het Russisch te doen, 10 minuten lang, dan kan dat gewoon. Ja, inderdaad. Allee, hè? Ja. Ik weet niet wie er gaat luisteren, maar het kan wel. Ja, het kan. Voilà. En misschien ben ik wel in staat om dan die aflevering toch kei interessant te maken. Ja. Dat, en wat ook weer kan, waardoor je toch nog geboeid gaat blijven luisteren. Absoluut, dat je eigenlijk gewoon puur het verhaal volgt door intonaties van stemmen en zo. Ja. Allee, zo van die dingen. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. Sowieso interessant. Ja. Dus in die zin... zijn er nog wel plannen of zo? Of zijn er nog wel veel ideeën? Of is dat idee nog niet uitverteld? Dus ik denk dat zolang dat ik dat gevoel heb, ga ik dat wel blijven doen. Aan de andere kant is het ook wel vrij arbeidsintensief om zoiets te doen. Dus je moet er ook de tijd voor hebben. Dus dat zal er ook een beetje van afhangen. Je kunt een live-action maken. Ja, dat zijn meerdere opties. Of ik doe nu eerst take om de week en nu doe ik om de 2 weken... nu in de zomer doe ik het eigenlijk niet, dus ik ga pas vanaf september terug beginnen. Ja. Of het kan ook zijn dat ik het nog zo in sessies van 10 doe. Alleen zodat je zo zegt, ik doe nu 10 afleveringen en dan even niet, om wat te herbronnen. En dan terug 10 afleveringen, zo meer. Zo korte seizoentjes zijn in plaats van eindeloos doorgaan. Ja, zo ben ik het nu ook aan toe met de videotheek, want daarvoor, mee ingeblikt, was het altijd zo... Ja, ik had soms zo wel 3 afleveringen liggen dat je wist van oké, nu zit ik even safe. Maar nu heb ik er zo echt liggen. Allee, nu heb ik echt al zo content voor 10 zelfs. Tegen dat juni gedaan is. Dus allee, dat, ik vind het ook toffer om zo meer tijd om te researchen en om mensen te contacteren. In die zin is dat wel ook gewoon beter voor je product, denk ik. En dat je zo niet echt een deadline moet chasen, zo elke week van oh shit, dat moet nog allemaal gebeuren of zo. Ja. Dus denk ik gezonder voor dat project of zo. Ja, absoluut. Mm-hmm. Absoluut. En jij zelf, allee, buiten meneer Carton dan, zo de ambitie om gelijk live action te regisseren of zo? Wacht, live action allee, regisseren? Gewoon, gewoon een reeks regisseren of een film te regisseren. Als regisseurrol. Ja. In eerste instantie ben ik wel gewoon... gewoon acteur of zo, of maker op dat vlak. Maar de ambitie is... Ik zou dat wel willen doen, maar dan hoeft er niet per se een volledige carrière in uit te bouwen. Nee, dat is nog iets anders. Maar als dat op mijn pad komt, dan zou ik dat wel willen doen. Mm-hmm. Ja. Ja. Dat is wel... Allee, gelijk, soms zijn acteurs echt wel de beste regisseurs, omdat je gewoon heel goed weet hoe dat werkt. En je wordt geregisseerd ook. Dus dat is, voilà. Ja. Ja, dus dat gebeurt wel. Mm-hmm. Allee, als ik die vraag krijg of als dat op mijn pad komt, dat ik... Het is een cool project. Ja. En het is... het lijkt mij in ieder geval een hele coole ervaring. Ja. Dat te doen. Roy Anderson-achtige live-action meneer Carton film. Ja, maar dat is dan weer iets heel anders. Want dan snap je? Ofwel... Hè, want dat is dan de vraag eigenlijk. Hè. Is er een project en zoeken ze een regisseur om dat project te regisseren? Ja. Dat is een heel andere insteek dan te zeggen... Alright, er is niks. Mm-hmm. Er is ook geen geld. Er is zelfs nog geen stijl. Ik moet nog een nieuwe stijl ontwikkelen. Wat Roy Anderson gedaan heeft. Hij heeft dan een studio gekocht met het geld van zijn reclameinkomsten. En heeft dan via reclame zijn stijl ontwikkeld om dan 20 jaar later een soort van volledig zelf... Echt 100% self-made man... te profileren als regisseur is hem wel, maar gewoon als een soort entrepreneur, als pionier gewoon bijna, van een bepaald ding. Dus dat is wel heel ambitieus. Ja sowieso. En ook, het is wel extreem ambitieus en ook echt alles of niks, maar... Ja, maar zo'n cinema ontbreekt zo nog wel in België. Maar, ik weet niet, dat ontbreekt in elk land buiten Zweden. Dat denk ik ook. Absoluut. Maar er zijn meerdere argumenten voor. Maar hebben we niet een te klein land om dat te doen? Aan de andere kant, zo'n Roy Anderson is ook maar groot geworden door filmfestivals. Ja. Als je nergens prijzen zou gewonnen hebben, dan zou die ook veel minder exposure gehad hebben of zo. Want het zijn geen films die per se in de cinema komen, denk ik. Gelijk in een filmfestival. In de Kinepolis niet. Ik ben nu... Ik was Nomadland gaan zien. En ik was ook naar uw Welcome to the EE aan het luisteren. En ik dacht, zo uw camperleven... dat deed wij er heel hard aan denken, omdat Nomadland... Ik weet niet of je het al gezien hebt. Nee. Dat gaat zo ook heel hard over Frances McDormand, die daar denkt, fuck it, ik ga gewoon
rondreizen met mijn camper en gewoon hier en daar een job zoeken en gewoon vooral de vrijheid laten primeren en zo niet de rat race. Zo, een beetje gelijk Into the Wild. Nou. Ja, inderdaad, maar zonder dat ze doodgaan op het einde. Ja. Ah ja, het einde verklapt nu. Sorry. Ja. Het is een waar gebeurd verhaal. Dus, okay. Allee, dingen. Into the Wild is een... dat is toch, hè? Dat is een waar gebeurd verhaal, ja. Wat was dat nu weer? Omdat hij zo'n slechte plant deed of zo? Nou, dat is te goed eigenlijk. Hij was in een bos getrokken en dan, in the middle of nowhere. En dan inderdaad een giftige plant gegeten. Just. En opeens keiziek geworden. En dan, dat is het ergste eigenlijk. Dat je weet, dan ging dan, hij had een boekje waarin dat kon opzoeken. En dan giftig, hier ga je van dood. Fuck, kotsen. Ja. In de hoop dat het eruit komt, maar kwam er niet uit. En dan denken, fuck, ik ga er dus van doodgaan. Ja. Want hij zat te ver in het wild om nog terug weg te gaan. Mm-hmm. Om nog terug naar de beschaafde wereld te gaan. Het was ook winter, dus hij kon ook volgens mij daar niet weg op die plek. En hij kon ook niet hulp inschakelen. Dus dat lijkt me zo'n verschrikkelijke situatie. Dat je weet, ik ga binnen dit en een week op een hele verschrikkelijke manier doodgaan aan een soort vergiftiging. En ik kan daar niks aan veranderen. Dat is gewoon gebeurd nu. Ja. Ik ga het gewoon ondergaan. Ik ga gewoon nu sterven. Shit, op vrij jonge leeftijd. Fuck. Dat is echt wel dat is echt een nachtmerrie aan te krijgen. Heerlijk frustrerend. Ja, echt wel. Ja. Nee, maar Nomadland vond ik een coole film. Allee, ik moest er gewoon aan denken meer dat je dat camperstuff Ik heb hem nog, hè. Ik bedoel, doe hem niet weg, hè. Ah, ja, nee, inderdaad. Als ik ga toeren met mijn theatershows, dan is het terug de camper in, hè. Ja. Maar ik moet wel zeggen, zo in corona, ik werd zo overal weggejaagd. Ja. Ik mag nergens gaan staan. Ja, en zeker met de avondklok. Zeker met de avondklok. Er mag niemand die doen, dat niet mag. Ja. Ja, dat. Ja. En dat werd een beetje vervelend. En er was ook te weinig... Allee, er was opeens heel veel tijd, want ik speelde nergens in theater. Ja. Normaal rijd ik met mijn camper aan het theater. En dan kunnen we dan wel een paar dagen tussen zitten. Of maar dan heb je toch ergens een doel om naartoe te rijden. Of ergens te gaan staan. Dat je niet altijd op dezelfde plek mocht gaan staan. Want als je een maand op dezelfde plek blijft staan, dan word je toch sowieso weggejaagd. Ja, sowieso. Dus dat was er opeens niet of zo. Dus dan dacht ik ook van, oké. Dan zullen we nu maar eens investeren in een paar bakstenen. ik was er toch aan het denken van, ik zal zien dat er ergens in de buurt parking is, dat die mensen hier kan slapen of zo. Ik kan hier gewoon voor de deur. Ik kruip er gewoon in. Ik trek mijn deur dicht. Niemand weet dat er iemand in ligt. Voilà, inderdaad. Ja. Want het is wel zo, ik heb een zwarte... camper. Ja. En het is eigenlijk geen camper, maar een minivan. Ja, juist. Dat is ook zoiets speciaals. Dat is eigenlijk een bestelbusje in de fabriek omgebouwd tot een camper. Dus je ziet wel dat het een camper is, maar dat is alleen maar omdat zo dat bestelbusje ramen heeft, wat verduisterd is, zo wat camperachtige dingen. Maar eigenlijk, als je er gewoon wild voorbij rijdt, zou je bijna niet stilstaan van, dat is een camper of zo. Dus ik kan eigenlijk op die manier best incognito overal gaan staan. Going rogue, ergens in de stad. Jongen, ik heb echt een rare dingen meegemaakt. Heel vaak, als ik zo s'nachts ergens aankom, om 3 uur s'nachts, dat ik ook heel moe ben. Ja. En dat ik dan denk, ik parkeer me wel gewoon. En dan is dat heel vaak op een plek, merk ik, onbewust, op een plek waar ik helemaal niet kan staan. Want dan word ik ben echt iets wakker geworden in het midden van een bouwwerf. What the fuck? Ja. Zo. Om 6 uur s'morgens en ik trek mijn deur open en daar staan zo 10 werkmannen zo. Zo te kijken, wat de fuck doe jij hier? Oh, meneer, ik moet even verplaatsen. Allee, man. Oh my god. Ja, allee, dat is wel grappig, hè. Ja, dat is super grappig, dat is kei tof. Ja. Of in Brussel ook. Er is zo'n een plein. En ik dacht, in het midden van de nacht, dacht ik van, ja, maar ik kan daar op parkeren. Of zo'n soort rotonde ding. Mm-hmm. Van, dat is een parkeerplaats. Ja. Maar het was heel donker, dus ik zag het ook niet zo goed. En 's morgens, ik word wakker en ik stond gewoon in de file. Maar ik mocht daar helemaal niet staan. Maar dus de auto's reden gewoon echt zo langs twee kanten. Rond mij. Is dat zo'n een grote fontein daar? Of, dat plein? Ik weet niet meer. Waar was dat ergens? In de buurt van het Koningshuis. Ah ja. In Laken. Ja. Oké. Okay. Ja, dat kan ik mij. Ja. Maar ik denk dat ik kans heb gehad, want ik denk dat als ik nog 10 minuten langer zou staan, dat ik misschien wel was wegsleept. Ah, maar is dat misschien dan niet bij iemand onderweg? Kassei, zo, allemaal? Ja, dat je zo bij de Kuusberg, zo Ravenstein of zo. Ja, dat is inderdaad, dan deed je dat wel voor dat je daar straks gaat staan. Ja, zalig. Ja. Amai. Ja, voor hetzelfde geld wordt er gewoon weggesleept. Ja, maar ook wel lachen. Je wordt dan weggesleept. Knalt er iemand tegen je of zo? Ja, dat kan ook.
Maar ook, ik heb daar wel eens van gedroomd. Dat ik zo word weggesleept, maar dat me dan heel cool leek, terwijl je er gewoon nog van binnenin zit. Ja, inderdaad. Dus dat je dan eigenlijk wordt weggesleept, zonder dat iemand weet dat je daarin zit, en dan ergens wordt afgezet. En dan krijg je een brief van, ja, meneer, moet u een auto komen halen? Maar ik zit gewoon in je auto. Ja. Dus ik kan gewoon toch gewoon vertrekken en wegrijden. Niemand weet dat. Inderdaad. Ja, dat is supercool. Ja, dan moet je op een manier de poort nog open krijgen zonder dat je betaalt of nee, zo. Je wacht gewoon tot iemand die poort open doet en dan rijd je erop weg. Als er mensen binnen of buiten komen. Misschien moeten we daar echt iets van gewoon een challenge van maken, dat je dat er gewoon echt even voor doet. Ah, ik ga gewoon terug naar Laken. Ik ga daar terug staan. Totdat ze me wegslepen. Wegslepen is niet zo heel moeilijk. Ik denk dat ik wel dat je daar rap voor elkaar kan krijgen. Ja, zeker in Brussel. Dat is. Oh, ik heb daar echt al een bras gehad met parkwachters. Omdat mijn school, Narafi, dat is zo, dat is in zo'n dure park in Vorst. En dat is een park tussen het hoogste punt van Brussel en het laagste punt van Brussel. Dus dat is gewoon één grote helling. Mm. Maar we hebben een parking bij het school. Allee, een parking, dat is gewoon een groot stuk open. Ja. En iedereen gaat daar wel staan, maar eigenlijk mag dat niet. Ja. En daar hebben we echt al... Allee, mensen zo naar beneden gekomen dat er ineens zo'n wielklem op die wiel stond en shit. Dat is echt wel... Ze vechten daar wel vrij tegen. Ik heb daar nog nooit voor gehad, gelukkig. Ja. Maar ik vond het ook een beetje stoem om met een trein te gaan tijdens corona. Allee, ik wil zo dat risico niet pakken als ik er even goed op een uurtje ben met een auto. Zeker als er nog geen file is. Maar eerlijk, dat was wel echt zalig aan corona, dat er geen file was. Dat is wel waar. Ik was altijd even in Brussel, altijd tranqui over de autostrades rijden en zo. En nu is dat echt verkeersagressie. Mensen dat echt gewoon dood willen op een vrijdagnamiddag met bepaalde manoeuvres te doen en zo. Ik vind dat echt maf. Ja, eigenlijk wordt dat zo... Je ziet dat zo 10 jaar geleden zag je zo... Ah ja, het is file tussen 6 en 7. Ja. Was vroeger, hè? Ja, nu is het heel de dag file. En nu is het echt al zo... Ah ja, vanaf 4 uur begint het. En om 8 uur is het gedaan. Wauw. Dus maar dat komt... zelfs al om 2 uur. Zo, ja, sommige dagen... Dat ik helemaal vastzit en ik denk, allee, hoe is dat nu mogelijk? In New York, snap je? In New York is het gewoon... en er zijn ook zo plekken, hè? Zo in de wereld waar het 24 op 24, ook doorheen de nacht, gewoon filen is. Ja. Gewoon, het slipt gewoon 1000% dicht. In Hongkong was dat ook. Toen waarschijnlijk. Maar ja, dat is gewoon Asian New York, basically. Allee, dat is echt wel... Dat heeft een beetje dezelfde vibe als New York. Ik heb wel eens gehoord dat in Cairo of zo, in Egypte... Ah ja. Dat ook gewoon... Dat gewoon altijd filmen is. Ja. Super. Ik kan me voorstellen dat dat zo eigenlijk in Dubai of zo ook wel is. Ja. Zo om 3 uur 's nachts in de file staan. Zo gek. Crazy. Ja. Maar dat is dus, hè, dat begint dan met, het is echt gewoon letterlijk van 10 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds file. Dat is maf. Dan gaan mensen op een gegeven moment uit de wanhoop zeggen, ja, oké, dan moeten we dus gewoon om 4 uur 's morgens vertrekken en dan zie je dat je om 3 uur 's middags thuis bent. Zo nachtshifts om het verkeer maar. En waardoor dus mensen op een gegeven moment 's nachts ook, maar op een gegeven moment sliep dat dan ook dicht, omdat er toch altijd maar meer en meer mensen bijkomen en dan... Ja. Dan is het gewoon 24 of 24 file. Ja, als ik zo echt vroeg naar school moest vertrekken, of naar de set moest vertrekken, dan verschoot ik er ook echt al van wat voor volk dat er om 4 uur 's nachts al was aan het rondrijden. Zot, hè? Ja, ik heb dat ook al gemerkt. Ik rijd altijd 's nachts naar de plek waar ik moet zijn. Mm-hmm. En inderdaad, ja. Dat je denkt, hoe kan dat nu? Maar rijd je daartoe om 4 uur 's nachts? En zeker, eigenlijk met school hadden we altijd een document. Omdat, als je aan de sit moest, een document voor dat te verantwoorden als je tegengehouden zou worden door politie met de avondklok. Dus wij konden gewoon heel de tijd rondrijden na de avondklok. Ja. Maar hoeveel volk dat er toen ook al was, dat maar iedereen moet toch thuiswerken of didn't you get the memo? Het wordt dringend tijd... Voordat dat gebeurt, dat we zo teleporteren gaan uitvinden. Ja, man. Ik was er straks nog over aan het nadenken, toevallig. Ja? Hey, wat denk jij dan? Teleporteren? Waarom is dat eigenlijk nog niet? Waarom was dat? Nee, meer zo van, hoe zouden ze het dan doen of zo? Mm. Zou er een soort van kloon van u gemaakt worden? Ergens anders? Gelijk dat je gekopieerd wordt of zo ergens dan anders? Dan is er niet geteleporteerd. Dan is er gewoon iemand anders die daar dan voor is. Ja, maar als die andere dan verdwijnt... En als dat nog altijd uw bewustzijn is, dat exact gekopieerd is naar daar... Maar dat is veel te ingewikkeld, man. Ja. Dus dan zou nu mijn bewustzijn in Hongkong zitten. Maar ik zit zelf niet meer hier dan, of wat? Mijn lichaam zit niet meer hier. Nee, als er hier zo'n computer staat en daar zo'n soort van... zo'n buil of zo waar je moet gaan instaan... Ah, dat dus dat je lichaam hier blijft, maar je bewustzijn wordt getransporteerd naar ginder. Gelijk, alles
al uw, uw data, hé, dat jij zei... ik was diep aan het gaan, ik zat in een auto. Dus... Dat is de Matrix. Ja, maar dat je dan dat daar... Ja, inderdaad, dat je eigenlijk een beetje geüpload wordt, dat je dan doorgestuurd wordt. Ja, dat is de Matrix, man. Ja, dat is waar. Dat is waar. Je hebt, eigenlijk... je hebt gewoon de Matrix bedacht, zonder het zelf door te hebben. Ja, ik heb de Matrix ook al heel lang niet meer gezien. Dus het is niet... Het, onbewust misschien. Ja, ja. Nee, maar echt al like, sinds mijn 11 of zo niet meer gezien. Maar wat dat ook kan, is gelijk, allez, zo echt een portaal, echt zo'n poort. Maar dat zou mij raar lijken, dat, dat je een punt hebt allez, van... Like Star Trek. Ja, is dat... Zo mijn gate, is dat niet? Stargate is dat. Nee? Of Stargate, ja, ook goed. ja, zoiets dan meer, denk ik. Ja. Ik denk dat dat... Ja, logisch is dat nooit, maar... Dat dat een beetje minder ingewikkeld is. I don't know, man. Ik vind dat het veel te lang duurt voordat dat er is. Ja, ik vind dat waarom ook... is dat nog niet? Ja. Waarom bestaat dat nog niet? Waarom bestaat dat nog niet, mensen? Ja, maar misschien bestaat het al wel. En, weten we het nog niet. Weten we het nog niet. Gelijk zo al die alien shit dat ze zo nu hebben gereleased een paar maanden geleden of een paar weken geleden. Zo, NASA heeft allemaal zo beelden gereleased in de public van UFO-sightings. Dat er zo nog vrij echt uitzagen. Maar zo, allee, gelijk als zo'n boerenpummel ergens in South Dakota dat maakt, dan ja, denk je van, ja, oké, jij hebt gewoon een vliegtuig gezien of zo. Ja. Maar als NASA dat echt zo leakt, dacht ik wel van, ja... Maar ja, dat kunnen ook gewoon zo UFO-fans zijn die toevallig bij NASA werken. Of snap je? Ja, zo'n verhaal zou het ook nog kunnen zijn. Dat kan wel. Dat kan wel. Ja... Want ja, hoe lekt dat dan? Hoe kan NASA... Ja, dat is niet gelekt. Het was echt deliberately gereleased. Dus hoe zit dat dan? Waarom doen die dat? Omdat dat na een bepaalde periode moet of zo. Dacht echt? Ik. Nou, ik denk dat bepaalde dossiers die dat zo ja, classified zijn en zo, ik denk dat daar zo'n echt een termijn op staat van eigenlijk 50 jaar of zo. En dan dat moet dat dan in de public moet, omdat dat een overheidsinstantie is. Daar, dacht ik. Alright, dat wist ik niet. Allee, je hebt wel zo van die dingen, eigenlijk zo van die schandalen die daar ineens onthuld worden of zo, omdat, en niet omdat dat gelekt is, maar gewoon omdat er een bepaald ja, ding is in de public is gepusht of zo. Allee, ik dacht dat dat zo werkt. Ik kan het ook fout hebben, maar ik dacht dat... Zou dat dan zo, als ik dat dan zelf zou zijn, dan zou ik dat proberen toch te destroyen of zo. Dat zou misschien ook wel gebeuren. Dan mensen dat dan zo snel mogelijk. Inderdaad. Tenzij... Breaking Bad-wise, met een gigantische magneet tegen een muur. Zo zou ik dat doen. Of in een badkuip met de verkeerde chemicaliën. Exact. Exact. Zo moet het. Ja. Pieter, wat heb jij nog gezien de laatste tijd? Van films, series. Maar ik ben nu zo de laatste tijd wel veel series aan het kijken. Wat heb ik allemaal gekeken? Oeh, hoe ik nadenken. De Mandalorian. Mandalorian heb ik gezien. Mandalorian. Mandalorian, nice. Juist. Mandalorian. Ik vond dat wel heel goed. Ik was daar wel fan van. Ik heb eigenlijk het Star Wars geheel... Ik ben daar niet mee opgevoed. Of ik heb dat niet... Heel veel mensen zo de laatste films kijken daarna... Vanuit een soort nostalgie. Ja. Wat ik wel snap, je bent ermee opgegroeid. Vooral nostalgische woede bij die laatste. Ja, of woede of whatever. Maar wel vanuit een soort nostalgie van dat is jeugd. Je bent ermee opgegroeid en dat blijft ontwikkelen. Ja. Maar ik heb dat nooit gehad of zo. Mm. Dus ik kan niet met nostalgie daarop terugkijken. Maar ik vind de Mandalorian wel echt... Leuke storytelling ook. Ja, dat werkt goed op zich, hè. Ja, het is wel zo'n, hoe noemt dat nou weer? Een guilty pleasure. Ja. Dat wel, dat is, want het is wel wat het is. Het is gewoon man reist van punt A naar punt B. Met een heel schattig ding. Met een extreem schattige soort van baby Yoda iets. Maar wel, wel heel entertainend. Ja. Dat is het gewoon. Voilà. Heel, heel entertainend. En supercool... Dat het hoofdpersonage gewoon een fucking helm draagt. Ja, denk je dat? Wat is daar aan de hand? Ja. Gewoon dat je denkt, je hoofdpersonage is gewoon een dude met een helm en gezicht en gezicht. Nooit. Eén of twee keer. Twee. Want heb je seizoen 2 ook gezien? Ja. Ja, want daar zie je het... Daar is echt één aflevering dat een volledige helmloos is. Een hele aflevering toch niet? Ja. Nee, dat hem zo één keer zijn helm afzet... Zo en dan daar, zie je zo zijn in hoofd. Die kantine van die stormtroopers, dat ze daar op... Ah ja, omdat dat moest. Ja, inderdaad, met Bill Burr. Ja, juist, met Bill Burr ook. Dat vond ik zo goed, dat ze die daarin hebben gestoken. Die heeft er ook niks mee, hè, met Star Wars. Nee. En die nee, ik snap het, maar het doet wel goed. Geworden, ja. Het doet wel best nog goed. Echt wel. Maar wel, ik snap wel.
Ja, goed. Wel de max om dat te doen, denk ik. Ja, sowieso. Ook gewoon alleen de production value dat daarin zit. En, ja. En gelijk, allee, een heel nieuwe technologie om eigenlijk u in een wereld te begeven dat er niet is met, ja. met al die schermen daar rond. Dat is allemaal adaptive schermen daar rond. Ja. En die volgen, dat is gelijk waarom onze vriend Roy Anderson zijn greenscreens gebruikt. Alleen met de digitale camera's en zo. Ja. Dat die heel een tijd ook die acteurs weten van, ik ben hier nu. En ik moet niet een tennisbal liggen acteren of zo. Ja, ja, dat is de max. Ja. En, maar door dat te zien heb ik wel goesting nu om zo dat Star Wars, de franchise van Star Wars. Hoewel ik heb wel sommige films gezien of zo, maar als je dat dan door elkaar, of als je opeens nummer 6 gaat zien, dan is dat ook, dan heeft dat. Mee. Ja, op zich heb je ook niet veel nodig om mee te zijn. Mm-hmm. Maar het coole is aan die eerste films is dat die wereld wordt geschept. Snap je? Zo is dat heel vaak. Snap je? Bij Harry Potter is dat ook. Je hebt zo de eerste films, wordt een wereld geschept en dan gaat het pas. En de laatste films is bijna geen wereld meer, maar is gewoon dat puur is een storytelling en plots. En, een oorlogsfilm, basically. Ja, wel. maar het is cool dat je zo dat eerste meekrijgt van de, echt dat de wereld wordt geschept voor je. Ofzo. Hoewel, wederom, dat ik bij The Mandalorian daar totaal nooit aan gestoord heb. Omdat dat daar toch wederom heel smaakvol gedaan wordt. Dat maakt zo ook niet. Je moet niet echt niet over Star Wars weten om die serie tof te vinden. Nee, het is dat echt een sequel, 100%. Ja. Ja. Ja, dat is super cool. Wat heb ik nog gezien? Dingen die hebben ook wel indruk op mij gemaakt. The Queen's Gambit. Oh ja. Ja, dat vond ik ook heel goed. Het is een reeks over schaken. Maar je zou denken, saai onderwerp. Ja. Maar holy shit, dat is gewoon toch wederom heel entertainend. Maar ook gewoon, hier is het anders. Dit is niet entertainend, maar wel zo wat psychologisch of zo gevolgd. Ja. Maar kijk hoe gedaan. En met niks. Dus het gaat over. Je ziet gewoon heel de tijd mensen schaken. Ja, maar ze zijn wel kei geboeid. Maar het wordt ook zo gelijk. Allee, dat is bekend zelfs dan als de Mandalorian. Van, je moet niet echt iets van schaken weten om daar wel van te genieten. En absoluut. Om in die wereld wel te kunnen zitten en zo. Ja, maar dat is echt. Wat ik daar wel kijk hoe aan vind. Het is gewoon, dat is echt gewoon goed geschreven. Ja, dat is van Scott Frank. En Scott Frank heeft ook, ik denk, Walk the Line geschreven. Zo met Joaquin Phoenix over Johnny Cash. En. Ja. Die heeft Logan geschreven. Wat een hele coole western-achtige deconstructie is van het superheldengenre. Ja, ja, ja. En heel echt uw ogen uitblijven op het einde. Ik vond dat heel goed. Alleen, maar Hugh Jackman. Hugh Jackman. Ja. Nee, absoluut. Absoluut. Ja, dus met andere woorden, een goede schrijver. Ja, absoluut. Ja, dan nog kan zoiets kei slecht uitdraaien ook natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar dat is in dit geval absoluut niet zo. Ja, de serie was echt zo airtight. Ik vond dat echt zo. Ja, het is zo'n serie waarvan waarschijnlijk komt er wel een tweede seizoen van. Of zo. Ik weet niet of dat ik al. Zou het iets eigenlijk van, niet weten. Ik denk het wel. Ik denk wel. Maar dat kan dan misschien zo wat Fargo-wise. Ja. Het kan ook gewoon tweede seizoen, totaal nieuw verhaal. Zelfde schrijver, zelfde stijl, maar ander verhaal. Of het verhaal ervoor of erna of whatever. Hè. Het verhaal ervoor is al lastig, omdat ze vrij jong begint. Mm-hmm. Maar ik hoop dat ze dat doen als er een nieuw seizoen aan komt. Want heel vaak heb ik wel zo tegenwoordig dat er dan aan een tweede seizoen... Maar dan denk ik, mannen, het is echt uitverteld. Je zegt gewoon aan het melken. Ja. Melken. Zwaar. Ik vond dat het schandaligste bij zo 13 Reasons Why, als je dat hebt gezien. Nee. Of als je dat kent. Ja, dat wel. Ja, wel. Dat eerste seizoen was al ook heel ongelukkig aangepakt voor welk onderwerp dat had. Ik vond dat echt... Allee, gelijk zo Shrek van Shrek the Musical zat daarin. Als je begint met Shrek the Musical, dat is amazing. En die acteur is ook amazing. En dat heeft een goede cast. En dat is goed gemonteerd. En ze doen daar echt coole dingen in. Maar dat is zo'n zelfmoord-glorifying serie. Dat je dacht, oké, één seizoen, nu is het gedaan. Je hebt al genoeg mensen vermoord. Want dat is wat er gebeurt, dat je zo'n reeks maakt. Dan gaan mensen zelfmoord beginnen plegen. Dan stijgt dat. Als je dat niet doet, dan daalt dat. Daar hebben ze nu ook 4 seizoenen van. Dat ik dacht, wat gaat je nu nog vertellen? Ja, dat is gewoon geld, hè. Ja, in het derde seizoen proberen ze de rapist likeable te maken. Ja. Ik vond dat ergst bij Glow. Heb je dat ooit gezien? Nee,
Ik wil dat heel graag zien. Ja, op zich is dat eerste seizoen de max. Ja. Dat gaat eigenlijk over een hoop worstelende vrouwen. Ja, met Alison Brie. Ja, 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 ja. Van de Community. Oh, zijn jij ook de fan? Oh my god. Zware fan van Community. Ja. Thank god. Community is de max. Ja. Ik heb nu toch, alleen niet recent, maar wel in het afgelopen half jaar heb ik zo nog eens een marathon gehouden van Community. Ik vind heb wel, het in het afgelopen anderhalf jaar, denk ik, nog 5 keer gerewatcht met andere mensen. Dat ja, was, ja, het is te goed. Het is echt... dat is echt sitcom, eigenlijk. Het is echt sitcom. Ja, het is maar sitcom. Wel de beste vorm van sitcom die ik al gezien heb. Ja. Ook de schrijvers van Rick and Morty. Yep, Dan Harmon. Ook wederom keigoed. Ja. Harmon's Quest, ook trouwens keigoed. Ik moet dat nog zien of luisteren. Is meneer dat... Cartoon-wise zit dat eigenlijk al in de buurt. Want ja, wat die doen, is eigenlijk een beetje Dungeons and Dragons spelen. Ja. En dan tegelijkertijd dat de acteurs het improviseren... Wordt het gemonteerd? Allee, dat wordt achteraf gemonteerd, maar dus dat verhaal wat zij vertellen en improviseren, zie je dan ook gemonteerd en geanimeerd terug. Dus dat is wel super cool. Een hele leuke reeks met live publiek ook. Zalig, ja, dat is juist. Goed concept. Goed concept. Er zijn ook 3 seizoenen van. Ah, cool. Ja, dan moet ik echt dringend eens gaan checken dan. Want ik vind Dan Harmon echt geniaal en zalig en gevot zo hard in seizoen 4 van Community dat hij er niet meer is. Ja, ja. De gas leak hier. Ja. Wat dat heel grappig hoe dat ze dat hebben opgelost. Zo gewoon, we gaan 1 seizoen... Welk? Hoe hebben ze dat opgelost? Zo gewoon, in dat seizoen gebeuren er allemaal rare dingen in dat 4e seizoen. Want Dan Harmon is dan een beetje, je hebt nieuwe schrijvers en zo. En in seizoen 5 zeggen ze gewoon, nee, dat was de gas leak hier. Daar praten we niet meer over. Ja. En dan gaan die gewoon verder mee hun shenanigans. Ja. Doorheen de rest van de reeks. Maar ik ben er nu nog eens aan het rewatchen, omdat... Dat is echt goed. Ja, ik had het helemaal met mijn vriendin gezien. Wat een guilty pleasure ook, wederom. Oh, dat zou ik... Ik weet niet, ik noem dingen niet zo rap guilty pleasures, omdat als het pleasures zijn, vind ik ze zelfs al niet meer guilty. Zelfs als dat iets kei kut is of zo, denk ik van, maar ik amuseer mij. Dus, dat is ook zo. Who gives a fuck? Ja, tuurlijk, absoluut. Zeker. Nee, maar het is wel... het is gewoon... Het is echt goed. Ja. Het is echt zo... Wat er ook goed aan is, dat ze gewoon... soms zo'n scheid hebben ook. Ja. Waarom wordt... Dat zouden ze nu toch echt in België kunnen maken. Zo'n sitcom, gelijk Community. Waarom wordt dat niet gemaakt in België? Ik ga nu straks iets... We hebben Lisa. Ja. Dat is een sitcom die wij hebben. Dat zijn de sitcoms van België. Ja, maar dat is de telenovellen, hè. Dat is toch wel iets anders. Ja, de sitcom is meer gelijk Het Eiland. De Kotmadam. En de Kotmadam. Ja, de Kotmadam ook. Dingen was ook zo was wel sitcom. Eiland een sitcom? Dat is ook echt een reeks gewoon. Ja, maar dat was heel veel geleend van The Office UK. En dat is ook een sitcom. Ah ja, oké. Okay. Dus allez, ik zou dat eerder zo onder het sitcom-vakje zitten. De Luizenmoeder vond ik ook wel meer sitcom-achtig. Ja, maar dat zijn zo dingen die zo sitcom zouden kunnen worden of zo. Ja. Maar dat nog niet per se zijn. Ja, zoals novelles heel vaak de potentie hebben om zo soap te worden. Ja, inderdaad. Dat is waar. Dat zijn zo, dat is gelijk zo Pokémon evolutie zo. Ja, exact. Ja. Nee, maar. Bijvoorbeeld bij Community zit er zo een aflevering dat ze elk seizoen eindigt met een paintballwedstrijd. Ja, dat is. En dan gaan ze gewoon heel de school, want dan gaan iedereen mag elkaar afknallen en er is altijd een prijs voor de winnaar, maar die prijs stijgt ook altijd. Ja. In een gegeven moment konden ze dan zo 50.000 euro winnen. En je moet gewoon knallen op elkaar met paintballgeweer. Heel die school wordt gewoon helemaal gecrashed. Dus echt die eerste aflevering wanneer dat Jeff gewoon zo wakker wordt in zijn auto en gewoon geen idee heeft van wat er is gebeuren. Dat vond ik echt zo grappig. Ja. Of de pillows, dat zijn pillow castles. Oh, dat was ook super grappig. Ja. No, it's not a pillow castle, it's a blanket fort. It's something entirely different. Dat is super goed. Dat is heel, heel leuk. Donald Glover is ook super grappig. Ik vind ook die afterdingskies vind ik ook heel grappig. Ja. De Community. Zo Troy and Abed in the morning. Ja, dat. En gewoon, er zijn er zo nog. Donde está la biblioteca? Ja, ik ken het ook niet van buiten. Zo, een vriendin van mij, die kent het zo volledig van buiten. Die heeft dat helemaal van buiten geleerd. Ja. Maar zo de beste cold open zit echt al zo in het begin van die reeks, in de 3e aflevering, denk ik, dat er zo van alles gebeurt dat niet echt relevant is. En Pierce komt binnen en Jeff zegt van... Pierce will say something racist in...
30, ja. 29. Ja. En die is zo in zijn eigen land aftellen en er gebeurt zo nog van alles anders. En ineens zegt Pierce zoiets mega oprecht gemeend, maar heel racist. Ja, 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 dat is super. En dan begint die reeks gewoon, dan kut dat gewoon op die intro. Dat is geil geschreven. God. Wat ook heel leuk is aan Community, is dat het, en dat zie je niet vaak in dat soort reeksen, dat het heel meta wordt. Ja, inderdaad. En dat is trouwens een grap wat vrij meta is, ja, al bijna. Inderdaad. Maar dus, ja, je hebt zo één personage wat dan zo symbool staat voor het meta, wat dan in ene is, niet Donald Glover, maar de andere. Abed. Ja, is dan Danny Pudi. Ja, hij is dan de metaman. Mm-hmm. Supergoed. Ja, ja, gewoon kijken. Echt, ja, ik hou er zo hard van. Ja, mijn vriendin is het nu ook al voor een tweede keer aan het rewatchen, dus dat is, je kunt dat zo niet zien. Allee, je moet wel zo like een half seizoen hebben om daar zo echt in te geraken, om zo echt die personages te leren kennen en zo. Ja, dat snap ik wel. Maar vanaf dat je dan zo gebeten bent, dan kunnen ook niet meer stoppen. Zo is dat vaak, hè? Ja. Zo is dat vaak. Inderdaad. Zo is dat vaak. Ja. Had ik bij The Mandalorian ook wel, dat je zo niet kunt stoppen. Ja. Maar ja, het is van, komt de volgende dan zo. Ja, ik heb dat week na week gezien. Allee, zo toen dat net uitkwam, dus dat was altijd van, fuck, wat gaat er volgende week gebeuren? Ja, ja, ja. Ja, dat snap ik wel. Dat vind ik tof. Maar bij Glow bijvoorbeeld, hè, dus dat gaat over vijf worstelende vrouwen, mm-hmm, waarvan er eentje bij Community speelt. Yep. En die willen het dus gaan maken in L.A., in Las Vegas. Ze willen eigenlijk gewoon een show daar. Hè? Ja. En seizoen 1 bouwt er dan helemaal naartoe. En dan hebben ze seizoen 2, dat ze dan uiteindelijk toch een deal kunnen maken. En dan... Dus seizoen 2 is ook nog cool. Maar seizoen 2 eindigt echt gewoon van, ze mogen naar Las Vegas. Ah, ja. Dus seizoen 3 is gewoon, zij zitten in Las Vegas. Ah, ja. Maar dat is niet cool. Dat is echt zo, het verhaal is echt verteld. Ja. Het is echt zo vijgen na Pasen, vind ik. Ja, echt volledig overbodig seizoen. Veel mensen hadden dat zo met de Marvelous Miss Maisel, als je dat kent. Nee. Dat is een reeks over comedy. Over een comedienne in de jaren 50 die dat het probeert te maken. Of de jaren 60. Uit een Joodse familie. Dat is hilarisch. Dat is zo Xander de Rijke, een van zijn favoriete series. En dat staat op Amazon Prime. Alright. En dat is ook zo... De eerste twee seizoenen vertellen ze ook redelijk hard één verhaal. En het derde seizoen gaat hij op tour. En dan heb je... Allee, ik had zoiets van, ik vind deze nog steeds leuk. Maar ja, er zijn ook wel een paar dingen dat je nu wel gewoon al verteld hebt en niet meer kunt doen. Ja. En andere mensen vonden dat dan ook wel weer een pak minder. Maar je hebt zo wel nog die acteurs. En, maar dus het eerste seizoen is wel heel leuk. 1 en 2 zijn heel leuk. Ah, ja. En 3 is ook nog leuk, maar gelijk... Dat heeft wel zo dat dingetje dat je beschrijft dat er ook bij Glow gebeurt. Ja. Dus ja, veel series hebben dat inderdaad. Ja, ja, ja. Ze zijn aan het denken. Waar dan nog eens? En qua films... de film die je wel... Er zijn twee films die best veel indruk hebben gemaakt op mij. Oeh, damn. Oh, dat is altijd gevaarlijk om dat te zeggen. Ja, nee, ik ben echt benieuwd. Adam Sandler. Ja. In... Uncut Gems. In Uncut Gems. Ja. Ja, dude, what the fuck. Voor te beginnen de acteerprestatie daar. Waanzin. Je verwacht dat zo niet van Adam Sandler. Mm-hmm. En je speelt echt de pannen van tak. Dat is echt genius. Je speelt echt de pannen van tak. En daarnaast is het gewoon ook echt een keigoeie film. Ja. Echt een keigoeie film. Gewoon paniekaanval, de movie, hè. Allee, dat is... Goed. Over een gokverslaafde. In en je werkt dan zo... Ja, waar werkt hij? In een diamantwinkel. Ja. Maar een Jood, volgens mij ook, in een diamantwinkel. Ja. Maar zo geloofwaardig. Ik vond dat eigenlijk... Dat vond ik vooral... Zwaar. Ik heb nog nooit iemand een gokverslaande zien spelen die zo... Ik was 1000% mee met dat personage. Ja, same. Ik heb op film Fischint zoiets gezien dat eigenlijk tegelijkertijd is gemaakt en basically hetzelfde verhaal vertelde, maar dan met een gast met OCD die dat gewoon zo... het verhaal is gewoon, die heeft zijn leventje en zijn job en eigenlijk zou die niet zo goed moeten functioneren in de samenleving, maar op een of andere manier functioneert hij wel in de samenleving, maar die heeft zware OCD, dus gewoon van die dwanggedachten. Hoe heet die film dan? Surge heet dat. Ah, ja. En dat is ook, iets... Is het een goeie? Heel het goed. Ah, ja. Maar het is heel Uncut Gems-achtig qua stijl, maar op een bepaald moment denk je gewoon, fuck it, ik ga gewoon toegeven aan elke dwanggedachte dat ik heb.
En dat is de film. En dat is echt insane. Ik had echt gewoon hartkloppingen tijdens die film, thuis in de cinema. Maar ik ga toegeven aan alle dingen die ik heb. Wat is dat dan? Wat bedoelde? Ja, als je zegt van ik ga toegeven aan alle dingen die ik heb, dus je gaat gewoon gokken. Dat komt erop neer. Ik ga geen remming zetten op mezelf. Nee, weet je, zo mensen met OCD die denken, ik moet die deur 3 keer dicht doen. Ja, ja. En dan moeten die deur 3 keer dicht doen. En anders, dat doet je dan ook allemaal. Ja, maar nog veel extremer. Ik ben van een glas aan het drinken, maar ik moet dat nu kapot bijten. Oei, oei. Of ik ben taart aan het eten en ik moet zo die vork buigen met mijn tanden. Of ik moet nu naar mijn collega gaan dat met een velling in haar bed ligt en ik moet die gewoon keihard gaan neuken. Want, het is ook die rapie. Blijkt dat hij dat dan ook wil. Dus het is zo niet rapey of zo. Maar dat is een heel goede acteur ook. Dat is Ben Whishaw. Maar dat is een reeks dan. Ja. Dat is een film ook. Search is een film. Ja, Search is een film. En wat kan ik die zien? Dat weet ik eigenlijk niet. Misschien op Sooner, de Vlaamse streaming service. Dat is wel, daar zou dat wel nog eens op kunnen komen. Ik heb dat op Filmfest Gent gezien. Ja. Dus dat was... ik weet niet of dat zelf al een officiële release heeft gekregen of zo. Maar ik vond dat heel indrukwekkend. Alright, cool. Ja, dat is cool. En wat ik ook nog recent gezien heb... veel roemel ook. Ja. One does. Ja. Maar wat echt een coole film was... Een Zweedse film. The Guilty. Ah. Dat ken ik niet. Ja, maar dat is dan de Engelse naam. Ja. Misschien als je de Zweedse naam hoort. Skyldik of zoiets. Skyldik of zo. En dat is echt... Wederom, qua script en zo, is dat echt crazy. Damn. Dat gaat over een politieagent. En die krijgt opeens... Dat is zo iemand die zo de zelfmoordlijn... Je kunt er zo naar bellen. Niet de zelfmoordlijn, gewoon de politie. Het is gewoon een politiekantoor en je belt. Maar opeens krijgt hij een telefoon van een wenend meisje. En die zegt zo... ik heb een probleem. We zijn net ontvoerd, denk ik. Damn. Heel de film speelt af in dat politiekantoor. Ah, dat is interessant. En hij is aan het bellen. Damn. Met dat meisje. Dat is het. Dus je ziet alleen maar hem bellen. En je zei helemaal mee. En dan zit de plot twist zien. En achteraf denk je, wat de hel heb ik nu net gezien? Je zei echt extreem geboeid. Damn. Maar het is die... je ziet gewoon een dude bellen. Anderhalf uur lang. En je verveelt je geen seconde. Dat is... Ja, wij de zon. Als je dat ooit hebt gezien met Tom Hardy. Tom Hardy in een auto dat belt. Voor anderhalf uur lang. Ja, met zijn vrouw en dan wordt het uitgemaakt met zijn vrouw. En dan, verliest zijn job. Allee, Dat is misschien wel vergelijkbaar, maar toch anders. Ja. Toch totaal anders. Ja, ik wil bijna niet vertellen wat de plot zijn. Nee, dat is goed, want ik wil het wel echt zien. Heel vaak vind ik plot twists zo ook wederom zo een trucje wat in theater of in films wordt gebruikt. En iedereen denkt... ik vind altijd dat het effect van een plot twist overrated is. Dat is dan even zo, wow. Maar als daar dan alles wordt aan opgehangen, dan is het vaak... ik vind dat dan vaak niet genoeg. Nee, of zo. Het is moet leuk als dat gebeurt, maar dat... goed onderbouwd zijn. Er zijn zo... Er wordt vaak te veel op geleund. Zo. Ja, er wordt heel veel op geleund. Ja. Zo films dat denk je, het is een die... En er zijn zo van die B-films die mogen dat. Zo gelijk Who Done It en zo. Tuurlijk, maar dan is zoiets van ja. Maar dan is het in de stijl of zo. Of in de. Maar bij dit is echt een plottist dat ik al jaren niet gezien heb. Oké. Het is echt goed. Het is echt, ik kan het alleen maar aanraden. Het is een regisseur. Volgens mij is het zijn eerste. Het is geen bekende regisseur, want. Müller met zijn achternaam heet hem. Maar het is zijn eerste langspeelfilm. En volgens mij ook zijn enigste tot nu toe. De film is uitgekomen in 2018 of zo. Ja, nice, oké. En hij heeft wel een kortfilm gemaakt daarna. Dat wel, maar geen langspeler meer. Alright. Maar... dan moeten we die film wat meer liefde geven, hè. Dan gaat hem er misschien nog een maken. Ja, het is echt de moeite. Ja, het is echt okay. Wederom, is dat een film die je dus 1000%
hangt op het scenario. Het is ook echt een scenariële film. Dat vind ik eigenlijk echt fantastisch. Dus, alleen, want meer heb ik ook niet nodig. Ja, en natuurlijk een keigoeie acteur die dat dan wel aan een telefoon gewoon dat kan, zo kan spelen. Zo. Mm-hmm. Maar, en natuurlijk goed in beeld gebracht. Mm-hmm. Maar dat je een scenario zo kunt schrijven dat je zo extreem geboeid blijft, is toch knap. Mm-hmm. Ja. Dat is nu wat mij het meeste heeft. Cool. En jij? Ik heb gisteren In The Heights gezien. Als je daarvan hebt gehoord. Dat is zo een musical film geregisseerd door John M. Chu. Die heeft Crazy Rich Asians geregisseerd daarvoor. Vond ik een hele leuke romcom. En In The Heights is de filmadaptatie van de 2008 Broadway musical In The Heights door Lin-Manuel Miranda, die dat Hamilton ook heeft gemaakt. Hij heeft dus geschreven, geacteerd. Maar het is de moeite. Het is echt goed. Ah, ja. Ik heb het 4,5... Ik heb zo'n Letterboxd, zo'n appje, waar je zo je films in kunt loggen. Dat is Goodreads, maar dan voor films. En ik dacht, dat is gewoon een instant 4,5. En dat was wel echt... waanzinnig goed. Ik heb echt 20 minuten aan een stuk zitten blijten. En mijn vriendin ook, was altijd echt naast elkaar. Ik had al heel lang niet meer gehad in een film. En ik heb me heel hard geamuseerd. Dat is zo heel representatief voor zo de Latin community in New York. En in Amerika as a whole een beetje. Dat was heel tof geregisseerd, heel goede choreografie, heel toffe nummers. Ik moet wel zeggen dat ik zo musical films vind ik een lastige. Dat snap ik. You love it or you hate it. Maar er zijn uitzonderingen. Okay. En wat een uitzondering is voor mij, is... Ik vind de magische film. Little Shop of Horrors. Oh my god, Dit is toch keigoed. Dat is echt wat een cultfilm. Ja. Maar... het is een cultfilm, maar tegelijkertijd is het ook super toegankelijk. Het is heel goed. Ik vind die gewoon... Holy shit, het is zo goed. Maar eigenlijk is dat de beste musicalfilm die ik misschien al gezien heb. Dat snap ik zeker. Dennis, dat is geregisseerd door Yoda. Frank Oz. Is dat? Dat wist ik niet. Ja. Dat is wel goed. Geregisseerd door Yoda. Ja. Dat wilde natuurlijk wel kunnen zeggen. Inderdaad. Maar oké. Maar het ding is daar ook zo goed in, jongen. Steve Martin. Ja. Als een soort van... psychopath, tandarts. Ja. Oh my god. En degene die plant... Dat gaat over een plant die vanuit de ruimte op aarde wordt gezet. Mm-hmm. Een vleesetende plant. En die neemt gewoon geleidelijk aan de wereld over. Ja. Dat is het super raar verhaal. Het is zo'n tomato verhaal. Zo maar wel, wel supergoed. En de stem... Mm-hmm. Feed me. Ja. Maar op een gegeven moment begint hij te zingen. Ja. Hoe goed is dat gezongen? Dat is zot, hè. Ja. Hoe extreem goed. En dan denk ik, ik hoor dat dan en dan denk ik, dude, waar zijde jij? Waarom zit jij niet de nieuwe James Brown? Ja. Waarom? Want het is echt even goed gezongen. Ja. En dat kun je dat kun je niet snel zeggen van iemand. Mm. Het is echt, dat is zo raar, hè? Dat dan sommige mensen, je ziet dat wel vaker, dat die dan zo opeens iets inzingen en dat je denkt, wow, waar zijde jij geweest al die decennia? Ja. En dan komt dat toch niet van de grond of zo? Inderdaad. Maar en dat is dan wel echt een voorbeeld daarvan. Ja, dat is, ik vind dat keigoed. Little Shop of Horrors. Ik heb die nog maar één keer gezien. Zo vorig jaar, ook echt vrij laat. Maar die ga ik ook nog eens opnieuw checken. Ja. Want dat is... Ja, ik heb mij daar heel hard mee geamuseerd. En ook zo je hebt zo nu een revival. Heb je ooit Mindhunter gezien? Netflix? En wel, die Jonathan Groff, die dat daar een hoofdrol in speelt. Zo, die rare. Dat is een musical acteur, hè. Je zou dat nooit zeggen in Mindhunter, omdat hij echt een droogste rol ooit heeft. Maar dat is zo het meest cartoony personage in Hamilton. En die speelt Seymour in de nieuwe versie van Little Shop of Horrors op Broadway. De nieuwe versie van Little Shop of Horrors? Ja. Niet verfilmd, maar op Broadway. Op Broadway. Dus, op Broadway. Ja, Broadway musicals hebben zo altijd een roterende cast. Dus als je die cast doet dat dan voor 2-3 jaar lang. Ja. Dat is echt al heel lang, maar je hebt uitzonderingen. En je hebt dan, we gaan een nieuwe cast announcen of een revival van een musical die dat we dan weer 2 jaar gaan spelen of zo. En dat is dan een hele nieuwe cast. Ja. Om het altijd een beetje nieuw te maken en om Ik snap ook wel van, als je 2-3 jaar lang als acteur 6 dagen in de week
waarvan je het weekend 2 keer per dag, dus 8 keer in de week, de show moet dragen. En na 3 jaar heb je die show 600 keer gespeeld. Dat is maf, hè. Ik snap ook wel dat je zegt, geef het maar aan iemand anders de volgende 3 jaar. Zeker, zeker. Ja, dat, heb je, dat is nu met Hamilton, hè. Allee, dat was, denk ik, 2 jaar dezelfde cast. En dan, allee, ze roteren dat echt. Dus nu is dat een andere cast. Ik denk dat... Ik heb in Londen zo net het einde van een tweede cast gezien, denk ik. Zo echt het laatste. Ik denk dat dat de laatste maanden waren dat hij dat deed. Ja. Ja, een paar maanden na was het lockdown, dus dan moesten ze sowieso stoppen. Ja. Nou, dat was wel de moeite. Ja, 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 ja. Maar ik ben een hele grote musical-fan. En ik vind dat gewoon heel tof, maar ik snap dat ook heel goed dat je dat niet tof vindt. Dat is zo... Zo dat theatrale... En allee, Breaking Into Song and Dance, ik vind dat dat iets heel... Ik wil dat het leven zo is. Ja. En je hebt mensen dat dat niet willen. En dat... Ja, dat snap ik. Maar zo'n La La Land bijvoorbeeld, spreekt me dan toch minder aan of zo. Ja, dat snap ik. Maar dat is zo... Ook omdat... Er zitten zo precies niet genoeg nummers in om zo echt een musical te zijn. Ja. Ja, en ik vind die persoonlijk heel goed, omdat dat heeft zo'n heel dreamy sfeer. En ik vind dat... Ja, dat is waar. Ik ben daar zo heel verliefd op geworden in de cinema. Ja. Maar ik snap dat ook wel heel goed als mensen dat echt niks vinden. Ja. Dat zit dan ook zo weer vol met referenties naar van alles en nog uit de jaren 50 en 60. Dus... Maar je hebt zo films, je hebt wel zo, gelijk Chicago of zo. Ja. Wat wel kei goed is. Ja, maar daar moeten we wel even voor gaan zitten. Of zo. En dat heb ik bijvoorbeeld bij Little Shop of Horrors niet. Nee. Je kunt gewoon kijken. Dat is een Marvel-film van de musicals. Exact, dat is het. Maar dat is toch knap, want uiteindelijk is musical toch... Ik kan me voorstellen dat Chicago dat ook geprobeerd heeft. Of zo. Ja, Chicago, daar moet je gewoon een beetje... Als je niet weet wat je moet verwachten en als je zo die eerste scène ziet, denk je van... Wat ze wat doen? En dan... Is dat, allee, dat zit gewoon de stijl voor heel die film. En dan heel die film gaat zo. Ja. En dat vond ik heel cool. Allee, ik vond dat echt een waanzinnig goede film. Maar als je dat niet mee zit met die stijl, snap ik ook wel van... Ja, dan zit ook wel niet mee met de rest van de film. Ja, oké, de Moulin Rouge misschien. Misschien is dat toch ook wel... Dat vind ik ook heel goed. Ja, maar, maar dat is, daar moet ik niet voor gaan zitten. Nee. Maar ik snap het wel. Ik snap ik bedoel dat toegankelijker is. Ja, ik vind dat wel. Ja. Dat is ook wel vrij... Ik weet niet, je hebt ook zo die heel absurde dingen zo in dat begin en dat mega hyperactief monteren. Ook die film heeft zo'n soort van montagetechniek gebruikt dat nu ook wel totaal niet meer werkt, vind ik. Ik vind die nog steeds goed, maar zo... Dat kut ding, dat... Ik word daar echt misselijk van. Hè. Dat is zo... Maar, dude, ze doen niks anders bij van die grote blockbusters. Ja, maar in toch... In een gevechtsscène. Knip. Ja. Soms zo hard dat je denkt, ik heb geen idee wat aan het gebeuren is. Ja, ik weet het niet meer. Zo bij de Transformers-film. Dat is echt terrible. Ja, maar, wel. Zo, John Wick heeft die ziekte dan weer een beetje uit Hollywood gehaald. Ja. We laten gewoon Keanu Reeves door een hal lopen, iedereen afknallen en we kutten niet. Ja. Wat ik dan wel tof vind. Ja, tuurlijk. Aziatische films waar ze ook niet knippen als gelijk The Raid, als je dat kent. Zo, basically, je hebt een SWAT team en die moeten zo'n groot drugsgebouw eigenlijk boven geraken bij de grote baas. En die worden tegengehouden door iedereen in die blok. Maar dat is zo, al die... Mannen kunnen martial arts. En al die acteurs kunnen martial arts. Oké. Dus... Ah, wow, dat wordt zo'n Kill Bill verhaal. Ja, maar ook nog veel maffer, omdat die nog knippen maffer. Niet. En die cameraman kan waarschijnlijk ook martial arts mee, hoe dat hij ertussen manoeuvreert. Zalig. Oh, ja. Dat is ook wel iets om te zien dan. Dat is heel tof. Die eerste is heel straightforward en die tweede probeert een beetje meer Godfather-achtig te zijn. Maar valt er wel soms in. Allee, het is zo... Allee, de actiescènes zitten vrij dicht bij elkaar. Dus je verveelt je eigen nooit of zo. Ja, ja. Maar die tweede probeert zo soms een arthouse-film te zijn. En dan was ze mij wel zo even 5 minuten kwijt. Over Aziatische films gesproken, wat ook wel echt een indruk op mij heeft achtergelaten, is Parasite. Ja, ik heb hem juist op Blu-ray gekocht. Het lag zo voor €6 in de Fnac. Ik dacht, what a shame. Allee, ja, dat snap ik wel. Maar dat is ook weer een schoon voorbeeld, gelijk Roy Anderson dat ook heeft. Dat het extreem komisch is. Ja. Toch, het is arthouse. Kei toegankelijk. Je bent helemaal mee. Mm-hmm. En het is kei komisch. En tragisch tegelijk. Ja. En dat heeft een soort extreem absurde kant ook weer al. Mm.
Maar, en dat kan echt heel, heel hard tegenvallen, maar bij Parasite is dat zo echt een winnaar. Dat is ook echt wederom een masterpiece. Een masterpiece, zeker wel. Dat, ik heb dat zo nog gezien in, met zo'n Vertigo-première, wanneer dat dan nog niks van de Oscar-bus had of zo. Of, allee, mensen waren er nog niet echt over aan het praten. En dat was in Cannes geweest en in Cannes vond iedereen dat cool. Ja. Maar... Heb je niet gewonnen in Cannes ook niet? Ja, ik denk dat wel. Ja. Ja. Maar dat was zo ietsje minder bekend of zo. Allee, gelijk, als je dat gewoon op straat tegen iemand zei, was dat van, ja, nee, wat is dat? Ja, zo is dat vaak. Aziatische film. En ik had dat gezien met een maat en dat was zo van, deze is echt wel... een van de betere dingen dat ik in mijn leven al gezien heb. En dan komt zo heel die buzz. Ja. Ik had zoiets van, ik ben deze al heel de tijd aan het zeggen, what the fuck. Ja, maar zo gaat dat. Maar ja, zo gaat dat inderdaad. En het ergste is dan van, stel voor dat er nu geen prijs had gewonnen, en was er misschien toch geen buzz geweest. Dat kan, hè. Dat kan. Dat is ook al veel gebeurd, want ik heb al veel Aziatische films gezien dat echt veel shit zouden moeten verdienen en dat niet doen. Ja. In die zin zou je kunnen denken dat Parasite misschien wat geluk heeft gehad. Tegelijkertijd kun je ook denken van ja, het is ook juist omdat het zo een extreme toegankelijkheid heeft. Ja. Binnen zijn stijl, wat weer al toch knap gedaan is. Je zit direct mee met die film. Allee, trouwens, je moet geen toegankelijkheid in films hebben. Ook niet, hè, om een goede film te maken. Maar, maar dus... het zorgt rapper voor dat je een bus kunt creëren, denk ik. En dat je rapper en sneller tot een groot succes kunt. Ja. Want bijvoorbeeld Okja. Ja. Ah, nee. Vond ik pak minder. Was het ervoor of erna? Vrij. Welk? Was het voor of na Parasite? Denk ervoor. Voor. Ja, ja. 2016 was dat. Ja, dus ik vind dat niet zo goed. Nee. Ja. Maar ik vind dat dan, de regisseur, dat is zo een zo droppen voor onder. Zo voelt dat. Maar dat is alles toch wel... niks. Gelijk Snowpiercer vond ik ook goed, maar zo pakt op hetzelfde niveau als Okja. Maar je hebt dan de host... heeft Snowpiercer de film gemaakt. Ja. Je hebt zo de host, dat die vrij hard in het begin van... Ja, 2006 was dat, denk ik. Dat is een monsterfilm. Zo een beetje like Godzilla. En dat vond ik heel cool. Dat was zo heel wacky en raar. En Memories of Murder. Dat is basically Zodiac, maar dan met, zo met ook martial arts en zo. En wacht, met die monsters, hoe heet dat? The Host of... Nee, je hebt ook Host, dat is een horrorfilm van vorig jaar, maar dat is The Host. En dat heeft ook hij gemaakt? Ja. Vorig jaar? Nee, 2006. Ah, lang geleden. Mm-hmm. Ook nog voor Parasite. Ja, ver voor Parasite. En... heeft hij ook nog iets gedaan na Parasite? Ik weet het eigenlijk niet. Maar Parasite is echt... Ja, het kan zijn dat hij nu een nieuwe film is aan het draaien, maar Parasite is gelijk echt... Allee, dat hem klaar is, dat is misschien nu 2 jaar geleden of zo. Ik vond Snowpiercer wel nog iets hebben, omdat ik dat concept zo cool vond. Ja, vet, hè. Het concept is gewoon de max. Ja. En daarbinnen vind ik het nog wel vrij oké uitgewerkt of zo. Mm. Het concept is zo goed. Ja, inderdaad. Ik vind dat zo niet even rewatchable dan een Parasite, maar ik vond dat goed uitgezien. Ja, absoluut. Mm. Alright. Stel je voor dat je nu zo... En dan gaan we stoppen, maar... dat verhaal van Parasite, als je dat gaat pitchen, man, hoe crazy is dat? Dat is echt sick, man. Dus je moet je voorstellen, je bent een producent. En er komt iemand binnen en die zegt... Ik heb een idee. Er is een dude en die woont in de muur. Hé, die woont in de muur, ja? Die woont in de muur. Die woont eigenlijk in een soort safe house van een rijk huis, maar niemand weet dat, maar die woont daar. Hé? Bro. Ja, dat krijg je aan niemand, dat krijg je aan de straatstenen niet kwijt. Ja. Nee. Zo'n verhaal. Maar die ineens zijn eigenlijk... Dat... Op dat punt had hij zijn eigen al wel heel hard bewezen in Zuid-Korea. Dus dan kun je wel met zoiets afkomen. Oké, Pieter, ik zou nog 5 uur met u kunnen babbelen, maar ik moet helaas nog ergens anders naartoe, jammer genoeg. Jij koopt tickets voor Pieter's shows, sowieso. Alles wat daar in de buurt is. Jij speelt vrij veel in België nu, veronderstel ik. Ik begin nu terug te spelen. Ja, natuurlijk heb je in de zomer is het altijd wat minder, omdat dan de theaters dicht zijn. Maar dat zal wat half-half zijn. Maar vanaf september ben ik sowieso terug met Amai, mijn cabaretvoorstelling, aan het spelen. Ik moet by the way ook nog komen kijken. Ah, wees welkom. Ja, sowieso. Ja. En meneer Karton vinden overal. Hè. Ja. Luistert eerst dit en dan daarna op Spotify meneer Karton. Voilà, inderdaad. We komen er wel. Ja, en Apple Music en overal waar je gewoon podcasts vindt, staat het erop. Exact. En gewoon
op je sociale media kanalen en zo volgen misschien. Dat iedereen up-to-date blijft voor wat je doet. Ja, zo is dat. En ja, de acteerdingetjes en zo ook altijd blijven checken. Ja. Dus goed, enorm, enorm, enorm bedankt om af te komen. Ik vond het een heel, heel tof gesprek. Ik heb mij geamuseerd. Ja, voilà, zo moet het. Voilà. Zo moet het. Goed. Alright. Cool. Alright. Bye-bye. Doei.